Alright, het is weer podcast tijd. Welkom, tof dat je kijkt. We hebben vandaag een zeer interessante podcast met documentairemaker Jan-Willem Breuren. Hij heeft een tweetal documentaires gemaakt: Eentje, Are All Men Pedophiles?, waarmee hij internationale prijzen gewonnen heeft. En een tweede documentaire, die binnenkort uitkomt, Do Women Have a Higher Sex Drive. Het is een uh, lang en zeer interessante podcast geworden over vrouwelijke seksualiteit. Over hoe verschillende culturen daarnaar naar kijken. Over bijvoorbeeld de eerste vrouw van de profeet Mohammed. Over de leeftijd op Maria volgens de Bijbel, kinderke Jezus heeft gebaard. En hoe seksualiteit, seksuele rijpheid in de loop der jaren gekeken, veranderd en ontwikkeld is. We hebben het over gender wars, feminisme, over waar we naartoe gaan, over de, 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 de splitsing tussen man en vrouw in de samenleving. Er is een hele hoop interessante onderwerpen die te sprake zijn gekomen. Genoeg in lijn gaan, hoor. Ga lekker kijken. Wees op uh, iTunes of Spotify beluisteren. Link heb ik in de comments en uh, in de beschrijving ge gezet. Enjoy. Geniet ervan. En uh, deel jouw mening in de comments. Ik check jou sowieso in de volgende video. Jan-Willem Breuren, documentairemaker. Um, van harte wel hier hart in Bergambacht, de, 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 de Masterford Headquarters. Ik zal een kleine intro geven hoe ik bij jou was uitgekomen. Um, nou ja, ik, ik zag de titel van jou, niet de, je laatste, maar de ene daarvoor, documentaire voorbij komen, Are All Men Pedophiles? En ik ging toen even, de, 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 ik, ik was al, ik ben nu met mijn hand kijken, maar ik was toen de, de trailer aan het luisteren. Hé, hey, dat is een Nederlands accent. Ik vond op op een interessante wijze, een aantal, al in de trailer, een paar, paar, paar afslagen. Nou, Hé, hey, even die, 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 uh, die kerel even vermelen. Lang verhaal kort, je zit hier. En je hebt ook weer een andere... Uh, documentaire... Ge, uh, gelanceerd. Dat is denk ik de technische term. Uh, en die is... Wat, wat is de titel van je, van je nieuwste documentaire? Do women have a higher sex drive? Do women have a higher sex drive? Check. Ik, ik vind het... ontzettend interessant... hoe, hoe zo'n documentaire tot stand is gekomen. Wat jouw inzichten zijn. Zijn alle mannen pedofielen? Do women have a higher sex drive? Maar ook vooral... hoe kom je erbij om... überhaupt documentaires te gaan maken? En dan specifiek... Wat was dan eigenlijk je eerste documentaire die je ooit gemaakt hebt? Dat oh, was Our Old Man Pedophiles. Dus ik begon gelijk uh, in de diepte. Yeah. Um, even kijken hoor. Um, ja, de inspiratie voor Our Old Man uh, Pedophiles is een uh, lang verhaal. Ja. Yeah. Uh, 2012 is dit toch? Ja, ja. ja. 2012. Oké, okay, Ehm um, inspiratie ervan. Dus ik zat op de kunstacademie okay. en volgens mij zat ik in het, de, de, het tweede jaar um, en ik liep uh, langs een hal en ik zag een meisje, yeah. uh, was ook een medestudent, en um, ik bleef toen stilstaan en ik keek naar haar voor ongeveer tien of 15 seconden. Je was haar aan het uitchecken, quote unquote? Um, ja, but wait for it, Oké, 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 oké. En um, wat het is is, um, uh, ik, ik ik check eigenlijk uh, bijna nooit uh, uh, nooit meisjes uit. Um, en ik vroeg bij mezelf, oké, okay, waarom vond ik deze uh, student interessant? En die vraag die bleef in mijn hoofd uh, rondzweven. Mm -hmm. En um, toen um, in de tijd, want mijn vader die is dominee. En wat ik deed in de kerk om, om de tijd te passeren was. Uh, mijn moeder die had een abonnement op een Duits blad. En dat heette Peter Hannen. Dat was een modeblad. Yeah. En ik tekende die modellen. Ik, ik schetste die modellen. Want ik, ik, ik ben ook een tekenaar. Mm. En um, um, ik liep langs uh, een van die bladen. toen begon het belletje te rinkelen. En toen... Uh, deed ik die blad open en toen realiseerde ik me dat de reden waarom ik naar dat meisje staarde, uh, die student die, uh, uh, van de kunstacademie, was eigenlijk omdat zij een vergelijkbaar gezicht had als een van de modellen van Peter Han. Uh, en toen begon ik bij mezelf enorm af te vragen van wie vind ik aantrekkelijk en waarom? Want de meeste mannen in zo'n situatie die denken van oh ze zijn verliefd dit dit dat, dat. maar ik kijk altijd van oké okay, wat zit er achter of zit er iets meer achter? Ro romantisch en... ben jij zeg, je gaat het meteen helemaal kapot analyseren. Ja, van, uh... ja, ja, inderdaad. En um, dus toen ging ik met die vraag uh, naar bed en ik werd wakker met een flashback <laughs> van elke vrouw. Die die ik ooit aantrekkelijk heb gevonden. Ja. En dat was letterlijk zoals je eigenlijk aan het eind van de trailer zag. Dat echt gewoon duizenden gezichten <totstuk> vlogen voorbij. Witte achtergrond, gezicht uh, in het midden. En toen had ik heel snel een overzicht van alle vrouwen die ik aantrekkelijk vond. En um, dat uh, ging van 15 tot en met 60 jaar. Dus 60 is. 6-0, want de meeste mensen als de pedofilie denken, denk ik denk het gelijk aan 16. Nee, 60 als in echt oud. En het grappigste is ook dat um, ik eigenlijk van kleins af aan uh, vond oudere vrouwen aantrekkelijk en misschien zelfs meer aantrekkelijk. Dus, ik, uh, dus voor mij om een documentaire te maken over pedofilie uh, is eigenlijk gewoon iets wat in mijn interne karakter het laatste is wat, uh, wat ik van mezelf zou verwachten. Maar ik denk het is juist ook omdat ik van de andere hoek... omdat ik ook meer objectiviteit heb in zo'n complexe thema. Ah, als we even teruggaan, hè? want je, je, je schetst mooi hoe, hoe voor jou de interesse komt voor, voor pedofilie. Wat is feitelijk pedofilie? Ja, dus, dus dat, wat, wat? Dat, 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 dat wist ik niet. Want ik, ik, ik werd zoals de meeste mensen op aarde verteld, dat alles om de 18. Maar dat is, is echt onzin. Als iemand dat beweert, dat is onzin, is dat. Ja, het is onzin. Maar het is wel. Het is, Social fact. Is not, uh, het is niet deskundige feit, maar het is sociale feit. Dat gewoon iets dat onderacht 18 dat mensen gelijk pedofilie roepen. En juist door het maken van deze documentaire heb ik ontdekt: van oké, okay, wat is werkelijk uh, uh, pedofilie? Want toen ik mijn flashback had van 15 tot 60, yeah. uh, toen vroeg ik bij mezelf af, want ik was toen volgens mij. 20 of 21 of zoiets. En toen vroeg ik bij mezelf als van... oké, okay, um, als mijn age of attraction van 15 uh, tot en met 60 is... is alles wat onder de 18 is, is dat wel of geen pedofilie? En zo begon de hele vraagstuk. En dat is iets dan waar de documentaire over gaat... om uit te zoeken wat wel en wat niet pedofilie is. En een van de dingen wat ik heb geleerd is dat... Uh, Pedofilie is eigenlijk alles wat 13 en eronder is. Maar zelfs 13 is een grijs gebied. Het is voornamelijk als je je aangetrokken voelt tot kinderen die lijken alsof ze voor de puberteit zijn. Ja, precies. Dus onvolgroeid eigenlijk. Klopt. Ja, want, want dat vond ik echt ontzettend sterk in die docu. En ik ga geen uh, hele grote spoilers of zo. Maar kijk, volgens. Het christelijke geloof, Maria, toen ze Kineke Jezus baarde... nog los van of het wel of niet was, maar zij was tussen de 13 en de 15. Ja. Dus dat zou dan. Um, ja, pedofilie zijn. Terwijl je niet onze huidige. De huidige maat... Okay, Oké, het is mijn analyse, random een beetje nu. Maar jij, jij bent deze de expert, dus stuur maar alsjeblieft bij. Feitelijk, het hele idee van iemand onder de 18 is je wil iemand beschermen. Gewoon een leeftijdscategorie, whatever, wil je beschermen tegen oudere mensen die kunnen manipuleren, die die bepaalde invloed en macht kunnen uitoefenen om met een ander iets gedaan te krijgen, waar die ander misschien nog niet helemaal genoeg sharp en, en volwassen voor is om bewust ja daarvoor te kunnen zeggen. Dat is, dat is, dat is die 18-jaar-grens, waarbij pedofilie exact is, is dat je iemand wil voordat de secundaire geslachtskenmerken gekomen zijn en je dus echt met een kind, je voelt je seksueel aangetrokken tot een kind. Ja, tot iemand voor de puberteit. Dat Want is, is pedofilie. Ja. Ja. En uh, een van de dingen wat ik heb ontdekt, is er is inderdaad dan uh, een brug uh, of een groep waar mensen niet over praten wat tussen pedofilie zit en tussen volwassenen. En dat heet hebofilie. En hebofilie is uh, het aangetrokken voelen tot tieners. Dus dat is dan van 13 tot 17. Maar één ding wat de meeste mensen niet weten is dat uh, wij zijn allemaal hebofiel... slash, ik weet niet of ik het goed zeg in Neder uh, Nederlands, of niet, teleofiel. Ja. Teleofiel betekent volwassen. Dus wij zijn, uh, als, als alles in orde zit voor de reguliere mens, zijn wij beide... En de reden waarom wij beide zijn en de reden waarom het bijvoorbeeld ook um, um, heel erg moeilijk is om iets exclusief te zijn, um, is um, met exclusiviteit krijg je de problemen. Dus ik geef een voorbeeld. Ja. Als jij bijvoorbeeld exclusief pedofiel bent, dat betekent dat je alleen maar aangetrokken bent tot kinderen. Ja, dat, dat kan niet, dat mag niet, dus je zal een probleem hebben. Als je exclusief hebofiel bent, betekent dat je alleen maar aangetrokken bent tot tieners. Dat is ook problematisch in heel veel landen. En vooral inderdaad, wanneer je ouder groeit, wordt dat een probleem. Uh, maar zelfs als je, je exclusief aangetrokken voelt tot volwassenen, is dat ook enorm problematisch. Vooral in je jeugd. Omdat de meeste mensen uh, beginnen al seksuele gedachten te hebben uh, vanaf tien jaar. Ja man, ja dus, joh. Dus een, een van de dingen. Vanaf, Hoe, vanaf één jaar zei dat nou? Nee, tien jaar. Oh, tien jaar. jaar. Oké. Okay, ja. Dus een van de dingen <laughs> um, wat, wat, wat ik zo raar vond aan mijn eigen jeugd is toen ik tien was, toen voelde ik mij niet aangetrokken tot andere tienjarige meisjes. Want ze hadden geen borsten, ze hadden niet de juiste. Geen curves. van de secundaire klas. En ik ja. begreep ook niet waarom andere jongens die meisjes wel aantrekkelijk vonden. De enige. Uh, Meisjes die ik aantrekkelijk vond, die waren ouder, of het waren inderdaad vrouwen. Dus ik al, van, vanaf een jonge leeftijd al dat mijn age of attraction met 15 begint tot 60, is eigenlijk al redelijk raar. Voor de meeste mensen is het uh, rond de dertien, rond, rond dat gebied. Dus ik ook voor mezelf had ook een hele moeilijke tijd tijdens mijn jeugd, omdat ik gewoon absoluut. Geen meisjes uh, mijn leeftijd toen ik 10 tot en met uh, uh, 14 vond ik absoluut niet aantrekkelijk. En dat was heel erg problematisch. Zelfs zo dat heel veel mensen dachten dat ik homoseksueel was. Omdat ze je niet echt boeide. Hoe als je het omdraait, dit is van man naar vrouw. wat er trouwens met 16-jarige meisjes is, misschien kunnen ze er heerlijk aantrekkelijk uitzien. Zoals bijvoorbeeld een 21-jarige vrouw er ook uit zou kunnen zien. Maar zodra ze hun mond opentrekken is elk interesse natuurlijk ook kwijt. Want wat kan een 16 jarige over het algemeen, die heb je niet heel veel te bieden op intellectueel vlak. Dus dan is het echt het plaatje. Dus, maar hoe is het van vrouwen naar mannen dan en, en de leeftijd hoe daarin speelt? Um, even kijken, mag ik eventjes teruggaan om, om, om even uh, die, 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 die 15 uitleggen waarom het voor de meeste mensen 13 is. It's uh, the age of attraction betekent wat je in het algemeen aantrekkelijk vindt. Dus stel je bijvoorbeeld voor wanneer jij 13 was en je vond iemand die 13 jaar is ook aantrekkelijk. Dat betekent dat jouw age of attraction bij 13 begint. En normaal gesproken wat het is, is die age of attraction. Uh, expands. Dus het wordt wijder. Dus het groeit. Dus het mm -hmm. groeit op uh, um, in de jaren. Dus stel je bijvoorbeeld voor als jij als persoon een age of attraction hebt van 18 plus alleen, wat eigenlijk onrealistisch is, maar dan zou jij in jouw jeugd geen eens, eens terug kunnen denken aan toen jij 13 was en verliefd was op een 13-jarige omdat dat niet mogelijk is. Dus die age of attraction is iets wat, 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 wat voor de meeste mensen gewoon groeit en hoger maar wordt i, qua i, leeftijd. Is dat zo afgekaderd? Want oké, okay, iemand van 18. Kun je stellen dat je kunt als je iemand naar iemand kijkt. Je weet niet of diegene 13, 14, 15, 16 of 18 is, omdat de ontwikkeling natuurlijk een, een proces is. Dus kun je dan wel zo strak met die leeftijdsgrens dat zo neerzetten? Nee, daarom is het een, ja, inderdaad zo'n grijs gebied. En daarom um, was het inderdaad zo interessant om deze documentaire te maken. Want waar ligt de grens? Dat is wat de meeste mensen willen weten. En het probleem met mannen is dat. Mannen die zijn aangetrokken tot uh, fertility, tot vruchtbaarheid. Ja. En vruchtbaarheid heeft met jeugd te maken. Ja. En vrouwen zijn aangetrokken tot resources, tot um, ja. sociale hiërarchie, positie. Uh, ja, hoe heet resources in het Nederlands? Re uh, resources is goed joh. Oké, ja, resources. En resources verzamel je naarmate je ouder wordt. Ja, en ook dus, als je rijpt als mens en dat je meer je kracht gaat staan, als man, enzovoort, enzovoort. Ja, yeah, ja, yeah, inderdaad. En daarom was het ook zelfs dat in de oudheid uh, uh, van Griekenland dat dertienjarige meisjes trouwden, 21-jarige volwassenen en andersom was het niet zo. Dus dat is inderdaad iets wat gewoon in onze in onze cultuur. En dan is de vraag van DNA het dan niet per se in cultuur, zit echt in de DNA. Ja, ja, ja. Wat het is, één ding wat ik heb gemerkt en wat heel veel studies en laat zien is dat de leeftijd waarop vrouwen het meest aantrekkelijk zijn begint vanaf 16. Daarom is ook de gemiddelde um, leeftijd van een high fashion model is 16 en je hebt sweet sixteens. Dus de hele 16-jarige ding is um, onderdeel van onze cultuur. En 13-jarig um, is ook een belangrijk um, aspect, maar het is niet de meest aantrekkelijk. Maar om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen... Um, je, hebt, uh, je hebt bar mitzwa en je hebt mitzwa. En met de vrouwelijke vorm van bar mitzwa... Uh, is het zo dat op 13-jarige leeftijd het jodendom... Uh, herkent dat uh, een vrouw volwassen is. En dat heeft te maken met... Twaalf jaar met... geleden bij een vrouw, Oh ja, toch? sorry. Ja, twaalf. Ja. twaalf, dertien... Dertien is voor de man, twaalf voor de ja, vrouw. Ja, ja bad klopt. And bad. Ja. 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 En um, wat daarmee te maken heeft, is dan met uh, het, het eerst dat een vrouw um, een period krijgt. Hoe heet het in het Nederlands? Het ja, het? Uh, uh, eerste period. Ongesteld, Ongesteld ja. ja. Ongesteldheid. En ongesteldheid is dan meestal inderdaad rond de leeftijd 12, uh, ja. soms zelfs eerder. En dan biologisch gezien geeft het de wereld aan van ik kan al kinderen krijgen. Nou is de vraag van oké, okay, als wij biologisch weten dat 13 en dat 16 belangrijke leeftijden waren, mm -hmm. hoe zijn wij beland in een huidige cultuur waarbij wij bijna alles wat onder de 18 zien is als taboe? En het heeft te maken met een aantal dingen. Maar een van de belangrijkste dingen is mm -hmm. educatie. Educatie is super belangrijk. En als je kan zien, als je, je kan zelfs een lijn trekken um, naar um, dat telkens de leeftijd omhoog ging van wanneer kinderen klaar waren met educatie. Want vroeger inderdaad uh, gingen mensen geen eens naar school. En dan wanneer ze naar school gingen, uh, gingen vroeger heel veel meisjes. Op 13-jarige leeftijden stopte hun educatie. Maar um, omdat dat de laatste jaren is, uh, is veranderd, uh, blijven meisjes doorstuderen. En om de educatie af te ronden, moet je niet zwanger worden. Ja. En um, zo is het in de cultuur uh, steeds meer uh, belangrijker geworden uh, voor vrouwen om niet voor een 18e zwanger te raken zodat ze hun educatie. Um, kunnen afronden. Sowieso zie je ook. Ik, in, doorgaan op wat je zegt, is dat hoe hoger het niveau van de leerling is, hoe later hun eerste seksuele ervaringen gaan zijn. Dus dat VMBO'ers eerder seks hebben dan uh, VWO'ers. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Hmm. Oh, Oké, okay, interessant, maar dit. Even, even wachten. Hoe kwamen we hierbij? Ben ik even kwijt. Hoe, hoe kwamen we hieruit? Je was aan het vertellen. Um, ja, het, het, maar het, het grijze gebied ont, ont, is ontstaan dus door. Um, door het onderwijs. Hoe kan het dan dat er zo'n groot verschil is? Ik bedoel niet, hoe kan het dan qua prikken, hoe kan dat dan? Maar Amerika zijn ze daar super, uh, ja, het hele concept jailbait is daar een ding. Terwijl volgens mij in Frankrijk, uit mijn hoofd, de Age of Consent heel erg lang 13 is geweest. Dus hoe, hoe zitten dan die verschillen qua, qua cultuur en qua landen? Oké, okay. ik ga even de age of consent een beetje uitleggen voor je kijkers, want je gebruikt een Engelse term. De uh, age of consent is uh, de officiële leeftijd. waarbij. Uh, er seks uh, mag plaatsvinden. tussen mannen en, 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 en vrouwen. En de age of consent um, verschilt um, wereldwijd. Van 0 tot 21 jaar. Dus dat 21, is. Waar is ja. het 21? Kijk, volgens mij is het Oman. Uit mijn hoofd. Ik weet okay, niet zeker. Okay, okay. Maar in ieder geval een Midden-Oostenland. Um, of was het Jemen? Jemen of Oman. Dat man? Dat is apart. Want... Het was Jemen of Oman, man? Eén van de twee. Ja, want, want, want daar trouwen ze weer vrij jonger. Want tenminste, dat, dat, dat denk ik, aangezien het een islamitisch land is. Nou, het interessante ervan is dat um, de, de profeet Mohammed... Um, die trouwde Aisha toen ze zes jaar was... Mm -hmm. en uh, consumeerde het huwelijk uh, toen ze negen was. Mm -hmm. Dus um, misschien dat het daaraan aan ligt, maar... Um, 9 jaar valt wel heel erg sterk onder, uh, onder uh, pedofilie. Dus er zijn, ik denk, heel, heel erg weinig 9-jarigen die er ouder zien. Uh, dat is een hormonale ouder, afwijking ouder dan. Als je als 9-jarige secundair glaskenmerk hebt enzovoort, dat zou, dat zou niet best zijn, natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Dus um, technisch gezien um, is, is de profeet uh, Mohammed uh, een, een pedofiel. Uh, maar daar zit ook wel iets meer achter, als ik het uit kan leggen voordat de moslimhaat begint. Uh, wat het is, is uh, vroeger in die tijd um, was het consumeren van het huwelijk veel. Veel belangrijker dan nu, omdat uh, er alliances, uh, verbindingen tussen families uh, um, bijkomen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld nu maakt familie voor de gemiddelde Nederlander. Uh, niet veel uit, maar vroeger is het als je je familie combineert: dat betekent bijvoorbeeld uh, of veel macht of om oorlog uh, te voorkomen. Um, en de, de consumatie van Aisha uh, zelf was eigenlijk. Een van misschien de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis, omdat de oom van Mohammed die werd toen uh, de, de, de successor van Mohammed en Officieel zou het de broer geweest zijn. En daar komt die hele ruzie van de uh, Soenieten en Shiiten. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar in ieder geval ja. die twee bevolkingsgroepen. Daar komt die hele ruzie vandaan. Dat de een gelooft dat de broer van Mohammed uh, de, de, de echte opvolger is, en de ander gelooft dat de oom van Mohammed de echte opvolger is. En die splitsing die kwam door de consummatie van Aisha. Omdat door die consummatie kwam de oom in de familie... in de band ja. uh, van Mohammed. En de dag, tot de dag van vandaag... ik denk dat er miljoenen moslims zijn gestorven... in de oorlog tussen de Soenieten en de En waarom, gel waarom geloofde één wel dat het... Uh, de, waarom, en waarom... Waar is het verschil op gebaseerd? Waarom gelooft de ene groep wel dat het de broer is... en de opvolger is en de andere groep niet? Waar zit het verschil in? Nou, het uh, is eigenlijk bijvoorbeeld heel simpel. Het is, um, is net zoals stijfwoord voor... je had twee kinderen, mm -hmm. oké? Okay? Uh, bijvoorbeeld twee jongens. En dan uh, zou, er, zou jij sterven... en dan wie zou het koninkrijk overnemen? Want yeah. we hebben het over... Een uh, empire. Yeah. Ja, we hebben het over Mohammed in tegenstelling tot Jezus, maar ja, Jezus was een fictieve persoon, maar dat is weer een ander verhaal. Maar Mohammed was een generaal. Dus dat vergeten heel veel mensen. Dus hij had heel veel land veroverd. Ja, ja. En um, al die macht... Um, die zou dan naar wie overgaan. Dus het yeah. was niet alleen maar van. Oh, wie zou Mohammed opvolgen? Nee, nee wie nee, zou nee. de Moslim Empire uh, 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 opvolgen. En dat, dat zou dan zijn: of de broer, wat normaal gesproken het zou zijn, of de oom. En de oom kwam in de familie door het seks hebben van. Aisha toen zij negen ja. uh, was. Dus, ja. dus, daar ging, dus sommige mensen dachten van... nee, maakt niet uit uh, um, uh, um, dat Mohammed de oom als opvolger verklaart. De broer is de bloed van Mohammed. Duidelijk. En dat is belangrijker dan het in huwelijk treden van Aisha. En, en dat is de enige discrepantie... Alleen, dan is het interessant, want daar zijn regels aan verbonden en die regels die staan. Dus is het dan misschien dat ze regels anders interpreteren of iets? Of is, is de clash van de broer versus de aangetrouwde oom? Dat, dat, dat is de clash en ja, dat, dat, dat is Ja, dat is gewoon inderdaad gewoon de clash. Je moet ook zien als bijvoorbeeld, uh, stel je bijvoorbeeld voor dat de koningin dood zou gaan... en de koningin zou bijvoorbeeld zeggen, weet je wat, ik... ik wijs iemand... buiten mijn bloed als de... Ja, ja, ja. dan zou je twee je partijen dat. hebben. Eén Tuurlijk. die puur bloed... zijn op, en de ja. andere... die meer begrijpen wat, wat, wat de... koningin wil. Dus daar ligt het... Uh, verschil. Ja, de hardliners. Check. Hmm. Toen, je, dus, 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 toen ging je het verkennen. Dat meisje trouwens die je toen zag lopen... heb je haar nog gesproken daarna? Is dat ja, nog... ja ik, heb haar, ik heb haar gesproken. Ook in de documentaire? Uh, ze zit niet in de. De in final, uh, uh, <laughs> ja, final Cut. Ja, in de Final Cut. Daar zit ze niet in. Maar ik heb er inderdaad uh, gesproken. Oh, dat is mooi, dat is belangrijk. Wa welke inzichten, of hoe was het? Kijk, je, je, je gaat dat documentaire maken, je hebt een visie. Tuurlijk wil je zo open mogelijk erin stappen. Je wil je graag ook jezelf laten verrassen. Zorg voor een goede documentaire. Welke, welke inzichten waren anders? Welke uitkomsten was jij zelf verbaasd over? toen je het proces had doorlopen en toen het af was? Nou ja, ik ging erin niet wetend wat pedofilie is. En aan het uiteindelijk wist ik... Oh, ik... Ik ging erin niet wetend wat uh, pedofilie is. En uiteindelijk wist ik inderdaad wel... En heb ik ook een nieuwe term gelet dat heet hebofilie, Dus wat ik inderdaad eerder heb uitgelegd. Dus ik denk dat was het meest verbazend, wekkend omdat het nieuws heeft het niet over hebofilie, het is gewoon zodra iets onder de 18 is, pedofilie, pedofilie, ook al deskundig, klopt dat inderdaad uh, helemaal niet. Dat slaat oprecht nergens op want iemand die inderdaad seks heeft met een kind van 4 of 5. Ja, niet nou, oké. Okay. Dat is natuurlijk vol, dat is gewoon dat is echt gestoord. Terwijl als je als 20-jarige seks met een 17-jarige hebt, om je dan als pedofiel weg te zetten. Dat slaat nergens op. Klopt, klopt. En omgedraaid: uh, oudere vrouwen met jongere jongens. Want daar wordt ook heel anders naar gekeken, maatschappelijk gezien. Ja, inderdaad. Dus um, één ding bijvoorbeeld waar ik het ook in mijn documentaire over heb... zijn vrouwelijke pedofilieën. En sommige wisselingen is dat vrouwelijke pedofielen bestonden... maar mm -hmm. die bestaan inderdaad daadwerkelijk wel. Ik heb er één van geïnterviewd, dus die komt voor um, in de documentaire. En dan, dan zie je ook hoe makkelijk zij gewoon met kinderen om kan gaan... en, en gewoon dat niemand het weet ook wat, wat zij doen. Want het is, het is eigenlijk ook gewoon letterlijk van ook omdat... Vrouwen geen penis hebben um, en vrouwen worden gezien als de natuurlijke zorgers en verzorgers voor kinderen mm -hmm. kunnen vrouwen met letterlijk bijna alles wegkomen. Dus je moet een vrouw betrappen met een strap aan om dan bijna zeker te weten ja, 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 ja. dat, want um, uh, dus dat heb je dan aan de ene kant. Aan de andere kant heb je dan natuurlijk heel veel van die nieuwsverhalen... dat dan de docenten, vrouwelijke docenten, hebben dan seks met een student. Maar dat is inderdaad geen pedofilie, dat is uh, hebofilie. Maar het, de term pedofilie wordt wel uh, foutief gebruikt, zoals de to meeste media doet. Toen je met die pedofiel uh, dame aan het praten was, hoe, hoe kijkt zij... Jaren terug was er ook de pedofiele partij. Ik ben vergeten hoe die heet in Nederland. Oh ja, ja. Ik, ik heb ook een um, lid daarvan heb ik geïnterviewd. Oké. Okay. Ja, Martijn uit een booghart, ja. Wat trouwens, kijk, grappen daar gelaten. Maar dat is ook wel weer lef. of, of in ieder, Dat je gewoon een pedofiele partij opricht over zo'n edgy onderwerp. Want dan hebben we het niet over inderdaad mannen of, of mensen die op 16 jarige Maar dat is echt, echt die echt op jonge... Echt op jonge kinderen vallen. Daar ging de pedofiele partij over, volgens uh, mij. Nou ja, de, de, de pedofiele partij. Uh, even kijken. Ik denk hun leeftijd. En daar vergissen meeste mensen zich mee. Maar hun leeftijd was volgens mij iets van. Uh, van tien en boven, dus het, het was dat, maar dan, dan niet, dus, nog, dus het was niet vijf of vierjarige, maar het is inderdaad uh, dat was een van hun thema's. Dus, uh, ook... Ter, terwijl je dit zegt, sorry, dat ik u onderbreek. Het is denk ik, ik zit me nu zo te bedenken en ik hoor ons gesprek. We zitten heel erg interessant het thema te analyseren, maar zeg maar tien of negen. Dat is zo ongelooflijk jong. Dat is gewoon niet goed te praten. En ik zeg dit nu, nu niet om de, de mensen. Om, om, om vooral duidelijk te maken dat wij oké okay zijn. En, en dat was. Het is ook. Het onderwerp is super touchy. Weet je, ik. ik heb een dochter, ze is dus nu twee. Ik ken genoeg kinderen. Je, van alle leeftijden. 9, 10. Dat is beyond fout. En om dan te bedenken. dat dan een partij. wat, wat was het doel van die partij? Ja, dus. Um... Wat het is, is uh, de hele pedofilie-ding was eigenlijk geen hoofddoel... maar ze hadden het wel in, in, de, in hun missie gestopt... en dat is waar de media inderdaad dat, dat, dat oppikte. Op um, even kijken, dus, dus het was niet de pedofilie-partij... maar het was een partij die voor het eerst in de Ah nee, eigenlijk geen eens voor het eerst, want Pim Fortuyn die... Uh, die, die was ook voor met het seks hebben van uh, uh, 13-jarigen. Dat vergeten heel veel mensen. Maar um, dat was ook een ook van de dingen... waar als hij ermee wegkwam... had, ha, had hij ook de age of consent uh, verlaagd. Dus dat vergeten heel veel mensen. Dus, Wat de, 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 voor onderwerp dus, is dit? Dus, 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 dus de partij um, was daar niet zo uniek in. Maar, maar, één maar 13 ding, is, is in Frankrijk... Was dat lange tijd de age of consent, toch? Ja, ja, inderdaad. Dus zoals ik zei, de age of consent verschilt van 9 uh, tot. Uh, maar een gozer van 30. Ik, 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 sorry dat ik ze er doorheen knal, maar ik ben 36. Je kunt je toch niet voorstellen dat je met een 13-jarige iemand, dat, 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 diep, dat, dat zo iemand jou kan interesseren? Weet je, prima dat het aan de fysieke uiterlijke uh, vereisten van. Van, van die prikkels, jade, jade, enzovoort, uh, enzovoort, ja, die jaren enzovoort. Enzovoort. Gewoon dat iemand er seksueel vruchtbaar uit zou kunnen zien, technisch gezien. Uh, ik, ik, ik begrijp inderdaad wat je bedoelt. Uh, ik kan het een beetje uitleggen. Ik praat het niet goed, maar ik leg het wel uh, een beetje uit. Oké, okay, dus um, jouw stelling is. Je kan haar misschien aantrekkelijk vinden, maar wat betreft interesse. Ik vind om ter verifiëren en ter, ter, ter scher, 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 strakker te zetten. Het zit niet in aantrekkelijk. Je, je kan iemand, je kan een plaatje zien en zeggen: Nou, looks good. Maar net als dat je iemand in de kroeg ziet en ze ziet er leuk uit en je gaat ermee praten en je bent helemaal klaar met gewoon een naar persoon is. Of iemand die niet per se super lekker eruit ziet, maar die wel heel aantrekkelijk is als je, als je haar uh, beter leert kennen iemand die gewoon significant jonger is, die is niet aantrekkelijk, zeg maar voor je. Die, die, tenminste voor, dat, die, die triggert jou niet in. Net als bijvoorbeeld in Amerika heb je het over, dan, dan ben je succesvol, dan heb je die 19-year-old girlfriend of zo, weet je, dat dat beeld wordt soms een beetje geschetst, of in, in, in Entourage was er zo'n scène dat Ari Gold, whatever, Het was even half in de scheiding, dat hij een date met een meid van 1920. Dat is zo'n andere andere wereld dat er gewoon niet... het triggert je gewoon niet. Het, het doet het hem niet. Ik geef Elk jaar geef ik een praatje... in, in, in Groningen bij de Keiweek. Ze hebben daar zo'n week. Ik geef dan een introductiepraatje aan, aan de studenten daar. En elk jaar word ik ouder. Obviously, gelukkig maar. En die kids blijven dezelfde leeftijd. En elk jaar weer verbaas ik me erover... wat een, wat een kindjes het eigenlijk zijn. En elk jaar vind ik het ook... zie ik de afstand... nog groter worden van... Ik zou hier echt niks mee kunnen. Good goed voor, voor jou. <laughs> nee, maar ik zeg het niet om mezelf die goed te praten of van. Zie mij eens uh, schouderkloppen. Meer om aan te geven dat. Stel, de age of consent is oké. Okay. Stel, het is wettelijk mogelijk. dan... En een man gaat met een uh, meisje van 13. Of een vrouw van 30, 50. Gaat met een jongen van 13, 14. Ik zou dat heel erg raar vinden. Nee, dan, kijk, historisch gezien um, was de gemiddelde leeftijd voor het, de, de, het grootste deel van de mensheid waarbij vrouwen zwanger werden. De gemiddelde leeftijd was 13 jaar. Dus het is van of, you know, uh, al onze uh, uh, ancestors waren evil pedophiles of, 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 of er zit iets meer ja, maar aan de hand. De, de context maar... is niet te vergelijken, dus waarbij we nu... De, de, dan kun je afvragen of de romantische liefde, wat ook natuurlijk van de laatste tijd is, en het, en het gezin en het concept gezin. En een stukje gelijkwaardigheid, ja. Voorbijgaan of dat de toekomst is of het beste werkt, oprecht dat daar gelaten. De, de afslag was vroeger heel anders. Dus als je ik, kijkt ik, naar. Sorry, dan, dan laat ik. Je, jij bent de expert, jij hebt hierover gedaan. Als je kijkt dat uh, er, er tijdperken zijn geweest waarbij genetisch gezien. Um, slechts één op de zeventien mannen uh, het voor elkaar kreeg zijn DNA door te geven aan de volgende generatie. Dus dat waren, dat waren rauwe tijden, waarbij uh, voortplanten en overleven op het scherpst van de, van, de, van de scheden werden gespeeld. En natuurlijk ging je dan niet kijken van, uh, zijn we soulmates en resoneren we ook op intellectueel niveau en, en, en prikkelt ze me ook, enzovoort. Nee, het was gewoon heel rauw en, en de, 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 de essentie was het toen. Dus... We kunnen ook niet het verleden bekijken vanuit onze moderne, met onze moderne visie in de moderne samenleving. Hoe, hoe wij het nu hebben ingericht. Ik, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ik gaf net het voorbeeld van de Griekse oudheid. Waarbij dingen voor de gemiddelde Griek niet zo slecht waren. Tenzij je uh, slaaf was. En zelfs toen had je ook uh, ja, 13-jarige uh, contact. Maar om even uit te. Uh, uh, uit te leggen. Ja. Wat jij ondervond uh, tijdens jouw gesprekken met de universiteit, dat is goed. Dus dat betekent dat jouw uh, age of attraction it expands. en dat is ook wat er natuurlijk moet gebeuren. Dus wanneer je 40 bent, het is, dan ga je om en dan voel je voornamelijk aangetrokken tot mensen van je eigen leeftijd. Wanneer je 50 bent, ook voor man en vrouw is het een klein beetje anders, omdat je toch altijd de vruchtbaarheid hebt. Dus mm -hmm. één ding wat je wel merkt is dat bijvoorbeeld steeds wanneer mannen uh, scheiden, dat ze trouwen met iemand die meestal jonger is dan hun vrouw. En hoe ouder ze worden, hoe groter die gap wordt. Maar ja. nog steeds is het wel zo dat als 60-jarige... zou je als man wel aangetrokken moeten kunnen voelen... tot andere 60-jarigen. En om even uit te leggen van... oké, okay, waarom zou iemand maar... uh, aangetrokken voelen tot iemand die... Die, 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 die 13 jaar is. Laten we, laten we uitgaan, want 13 jaar is een soort van een grey area. Mm -hmm. Maar laten we uitgaan van de meest negatieve aspecten. Dus laten we inderdaad het dan hebben over pedofilie. En hoe dat dan ook een klein beetje werkt in de hoofden van pedofielen. Yeah. Uh, wat het meestal is, is dat pedofielen zelf um, zijn seksueel uh, misbruikt of hebben van jongs af aan in een. In in, in 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 een in seksuele contact uh, 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 gekomen uh, met met volwassenen en um, ben jij bekend met seksuele imprinting ja dat ja oké okay. is jouw publiek daar bekend nee maar jongen, ook, moet ik je moet het vraag maar als het interessant okay. is het interessant. dus um, um, Seksuele imprinting betekent um, hoe mensen seksueel worden ingeprent op jonge leeftijd en die imprint heeft een heeft, uh, heeft invloed op de toekomst van wie jou van wie jij later aantrekkelijk uh, zou vinden. En de vettigje die je hebt dus, en waar je wat 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 je triggert zeg maar. Ja ja, ja. inderdaad. Um, dus daarom is het inderdaad ook zo belangrijk om kinderen op jongere leeftijd te beschermen. Want gaat er iets seksueel fout dan. Meestal zijn ze verpest voor het leven. En een goed voorbeeld natuurlijk van seksuele imprinting. Zijn mensen met daddy-issues. Of mensen met mommy- issues. Dus als jij een verkeerde relatie hebt met jouw vader, is de kans groot dat jij later op zoek gaat naar mannen die uh, vergelijkbaar zijn als jouw vader. Oh, dus absolutely. jouw relaties zullen ook verkeerd zijn. Ja. Dat heet seksual imp imprinting of seksuele imprinting. Hetzelfde geldt ook. Voor de extreem negatieve kant van pedofilie. Dat is één aspect ervan. Ander aspect is dat uh, Dick Swaap en andere uh, genetici um, hebben onder andere um, genetische verschillen gevonden in de embryo tussen pedofielen en niet-pedofielen. Dus sommige van de pedofielen die worden zo geboren Born en andere yeah. die uh, die die komen zo omdat ze seksueel uh, zijn misbruikt en daarom is het ook inderdaad zo verrot moeilijk om om te uh, uh, te um, even kijken om hoe to judge them all yeah. het enige waar je wel pedofielen keihard op kunt straffen is het Uiten van hun pedofiele gevoelens. Dus ze mogen het denken in hun hoofd, maar zolang het in hun hoofd blijft. Zodra je aan kinderen zit. Um, um, is dat inderdaad strafbaar. En een van de meest extreme straffen in de geschiedenis. als je kijkt naar de hele mensheid. die zijn um, uh, gedaan op pedofielen. omdat iedereen. Uh, of ja, bijna alle culturen. misschien we ja, kijken. Dat was ook weer een heel gecompliceerd debat. Maar uh, bijna alle culturen over de hele wereld uh, hebben een hekel. Aan pedofielen hebben straffen. Wat bedoel je voor... met de meest extreme straffen? En, en hoe, hoe, wat bedoel je met alle culturen qua, qua, qua uh, moeilijkheden? Ik bedoel debat? castratie, ik bedoel verbranding. Ik bedoel gewoon van. De, van... Kost het nog moeite werden gespaard? Ja, uh. inderdaad. Dus echt gewoon de meest extreme straffen um, die werden gedaan op pedofielen. Dus um, het is ook inderdaad zo dat er een, een haat voor, voor echte pedofielen en, is. En, en want dan echt is echt onder de 13. Ja, die het, is, categorie, het is echt, echt inderdaad. Ver... Okay, gotcha. uh, um, uh, 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 voor de puberteit. Ja, ja. Ja. En wat was dan die moeilijke discussie waar je het net over had, wat je net zei qua alle culturen of niet alle culturen? Nou ja, kijk, uh, wat je hebt is met de Age of Consent, uh, dat uh, van 9 tot 21. Um, misschien inderdaad, waarschijnlijk dat dat misschien de aankomende 10 jaar of 20 jaar gaat veranderen door internationale uh, druk. Maar om überhaupt zelf zo'n age of consent te hebben, is uh, voor kinderen um, niet voordelig um, en kan daar kan enorme misbruik. Wat uh, bedoel je man? Hm? Wat bedoel je? Hoezo? Oh, nou ik. Um logisch kijk als je een age of consent hebt van bijvoorbeeld 9 jaar yeah. dat betekent dan dat ja. er huwelijken plaats kunnen vinden met 9-jarige meisjes en soms zelfs 9-jarige jongens met een hele oude persoon en die kind van 9 die is seksueel is er nog niet geactiveerd nee. dat gebeurt Meestal later ook al, nou ja, oké, okay, zelfs daar is dan weer discussie over. Maar um, gemiddeld uh, gezien seksueel is het niet geactiveerd. En het is ook zo dat de man, als die man normaal is, zou die man ook het kind niet uh, aantrekkelijk vinden. Dus als er seks plaatsneemt, is dat. Uh, nou, in in, onze, uh, in het Westen wordt, wordt dat inderdaad gezien als verkrachting. En dat is gewoon iets, uh, een hele nare gevoel. Uh, dus je hebt inderdaad forced marriages, uh, die dan nog steeds vandaag de dag plaatsnemen. Maar in... zit dan niet dat die age of consent gewoon veel te laag is? Dus als we het hebben over age van 16 of 18, wat meer quote-unquote Westers... Zit er dan nog een negatief gevolg aan? Dan niet, toch? Um, ja, um, je hebt dan nog steeds huwelijken die dan plaats kunnen nemen. Dus dan dat 16-jarige, um, oudere mensen uh, um, kunnen trouwen. Maar in het algemeen, wat het wel is, en één ding wat, de, de, wat ouders en wat volwassenen niet realiseren, is dat zij meestal kijken naar het probleem van. Age of consent boven de 13 jaar, dus uh, vanuit hun perspectief, maar ze kijken het niet vanuit de, het, het kindsperspectief. Want een van de dingen wat zo schokkerend was en vooral in Amerika was met die age of consent laws, bijna iedereen die is al in hun brein seksueel actief op 13-jarige leeftijd en probeert ook gewoon seks te hebben, mannen net zoals vrouwen. Dus wanneer de tieners met elkaar zelfs seks hebben, is dat illegaal. Want de age of consent geldt voor iedereen. Dus maar, daar je... is, maar daar zijn ze daar helemaal in doorgeschoten. Ook op het punt, bijvoorbeeld met, met drank. En als twee mensen die allebei dronken zijn, met elkaar seks hebben, is de man de verkrachter. Ja. En, en, en dan kom je ook nog eens bij al die dat, dat een groot deel wat op de campus zich afspeelt, hebben ze eigen rechtbanken, waar, waarbij je niet inzicht hebt wat daar gebeurt. Dus de Amerikanen zijn volledig koekoek daarin. Ja, maar het verspreidt zich. Het is er van. Wil je nu overspringen naar de relaties tussen man en vrouw? Of wil je nog iets afronden? de... Jongen, gast, wat je wil, man. Dit is wat nu zo te binnen schiet. Als jij zegt van. Oké, okay, om het af te ronden. Jij houdt van structuur, merk ik. Dat is een... Ja, want, ik bedoel, want anders is het inderdaad. Want dat zijn inderdaad thema's. wat ik inderdaad later inderdaad. wou behandelen met, met uh, de, de Women Have a High Sex Drive. En dan de Gast, man. Als jij dat fijn vindt, helemaal goed. Om het af te ronden. Je hebt die documentaire gemaakt. Wat zijn de next steps? Of wat is de ontwikkeling? Wat is de volgende stap. maatschappelijk gezien. over dit onderwerp? Denk jij, of over welke kant zouden we op moeten gaan, gezien de ervaring die jij nu hebt met die pot, met, 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 die, met die documentaire? Um, nou, ja, um, een aantal dingen. Eén is de uh, age of consent uh, moeten we verhogen in de landen waarbij het uh, extreem laag is. Wat is, uh, wat is de grens, wat jou betreft, ondergrens? Um, nou ja, Kijk, wat het is, is je kan bijvoorbeeld een veiligheidsding inbouwen, dus dat bijvoorbeeld dat 13 de de gemiddelde leeftijd is en dat is dan voor de kinderen zelf als ze met, als ze het met elkaar doen en dan met volwassenen zou je het bijvoorbeeld 16 kunnen maken en dan speel je het uh, inderdaad wow. heel erg safe. Dus dat is in ieder geval iets wat ik zou adviseren, wat het minste uh, 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 zou, zou kwellen en het meeste voordeliger zou zijn voor zowel volwassenen als voor uh, kinderen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat de rechter even streng is voor twee tieners die op een veertiende met elkaar aan het flikvlooien zijn, versus een man van 50 met een meisje van 14, of een vrouw van 50 met een jongetje van 14. Of wordt, wordt daar even hard op, op, uh, op ingegaan? Nou, um, in Amerika hebben ze uh, recentelijk Romeo en Juliet los uh, gemaakt, maar dat is niet Ze bedoelen overal... die dingen altijd goed daar. Ze, ze Romeo en Juliet los, ja, lekker. Ja. Maar, maar, dat wordt niet, uh, maar dat is nog steeds niet in heel Amerika uh, geïmplementeerd. Dus het, het kan dan verschillen uh, waar je bent. En wat het is is. Uh, the law is the law. Dus zelfs al ben je... Uh, en er zijn inderdaad sommige gevallen... Uh, zelfs al ben je 17... en je hebt seks met een 17-jarige... en de age of consent is 18 in, in jouw staat... en er zijn geen Romeo en Juliet laws... dan kan jij naar de bak... Uh, gaan. En dan gaat de man waarschijnlijk naar de bak en niet naar de vrouw? Omdat zo de autos... Oh nee, uh, be beide. En, en kijk, wat het is, is je hebt dan ook de Sex uh, Offenders Registry. Ja. Yeah. En dat, zei, dat is eigenlijk misschien een van de meest erge uitvindingen, ook al was het wel goed bedoeld. Dus yeah. het, het was wel goed bedoeld, maar uh, wat het is, is het, 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 het was... Om, om ironisch te noemen, het was misschien zelfs de MeToo uh, 0.1 voor de hele MeToo. Voor de um, Twitter, de Sex Offenders list. Ja, uh, uh, yeah, yeah, inderdaad. En wat dat is, is als je inderdaad eenmaal op de Sex Offenders uh, registry komt dan ben je daar heel je leven. Je, je kan er niet meer af. En dat betekent dan ook dat dat invloed zou hebben. Dus dan als je voor een baan wil solliciteren... dan moet je zeggen van... oké, okay, ik was op de Sex Offenders Registry. En al voor veel werknemers is dat al genoeg. En wat heel veel mensen niet weten... is dat de meeste... Uh, Kijk, volgens mij was het iets van... Ik weet niet meer uit mijn hoofd... maar volgens mij was het iets van dat... Een derde of meer dan een derde van de mensen op de sex registry waren kinderen zelf. Dus, dus dat, dat is nummer één. Nummer twee is: stel je bijvoorbeeld voor als man als je in het openbaar plast. en je wordt gepakt door de politie op de sex registry list. Dus dan kom je op dezelfde lijst als extreme rapists en <laughs> <and> pedophiles. <laughs> als je gewoon alleen maar plast, omdat dat public indecency uh, is. Dus. Uh, de seksuele die bestaat toch, die is nog steeds problematisch. Er zijn niet extreem uh, maatregelen uh, nagedaan om dat te stoppen. En als je inderdaad er eenmaal opkomt, uh, ja... Uh, fact. Ja, ja. Dat was dan jouw eerste documentaire in het kader van, uh, van uh, beladen onderwerpen. Wat, wat, hoe, hoe, werd die, hoe, hoe werd die ontvangen? Boy, oh boy. Echt bij de screening. <laughs> ja. Screening, de, de festival die kregen bedreigingen. Van uh, wie? Waarover? Want het was dus de Lolita uh, gemeenschap. En Lolita zijn vrouwen die uh, oudere mannen verleiden. Nee, 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 nee. Oké. Okay, dat is een, dat, boek. Is, boek, dat ja. is een boek. Maar, maar uh, qua Lolita. En, en heeft het liedje. meer te maken met, met, met kleding. En het komt van Japan. En het werd inderdaad geïnspireerd. Door de Daardoor, Maar daar. Uh, Lolita is eigenlijk puur dat vrouwen zich verkleden als meisjes en als prinsesjes om mooi te zijn en om die prinsessenfantasie uit te leven. En dat is voornamelijk gebaseerd <laughs> op anime. En dat is ja. heel, heel erg groot. Dus je moet denken van al die anime-kostuums en zo die je ziet in ja. de cartoons. Ja. Bijna alles daarvan is Lolita. Niet echt een groep om bang voor te zijn of zeg maar Lijkt me of, of zijn het echt hardcore. Nou, ik, ik voel, voel mezelf ik voel me zelf nooit bedreigd. Wel, ik kreeg wel. Duizenden emails, duizenden e-mails. Duizenden e-mails. Ze hebben een, um, een protestcampagne hadden ze gestart. En... Maar waar, wat dan? Wat ze dan waar, 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 waar protesteren ze dan tegen? Nou, een, een van de posters: uh, ik heb twee posters van Our Old Men Pedophiles. Is dan een vrouw in Lolita. Uh, kleding. Ja, dat moet je ook niet doen. Dat is vraag om probleem. Oké, okay, ja, en toen. Maar, maar, kijk wat het is, want heel veel mensen, heel veel van de lolita-mensen, die dachten van dat ik lolitas negatief ging afbeelden, maar toen ze daadwerkelijk de documentaire zagen, zagen ze dat ik heel objectief was over Japan en het gewoon probeerde uit te leggen hun situatie. En toen brududud, uh, ging de haat weg omdat zij realiseerden van, oh. Uh, we were freaking out. Um, he is not somebody who is here to vilify us. Ja, ja, ja. Dus, dus dat was de initiële ophef. En, en toen daarna, want... Ja, wat, wat gebeurde er toen? Wat vonden, wat vonden ze van de documentaire? Hoe, hoe, wat, wat, wat zeiden de critics? Uh, nou ja, het verschilde. Dus het is van de critics, you know... Um, sommigen waren objectief en anderen... Um, Hitpieces van net zoals uh, waar, waar ik denk nu heel veel uh, Ah, okay, Dan stappen we naar het volgende ja, maar gast. Maak niet okay. uit, jongens het Kijk boeien, bijvoorbeeld Buzzfeed yeah. die had bijvoorbeeld een negatieve review geschreven, maar omdat de documentaire letterlijk zo objectief was, wat ze zeiden was, en like I kid you not, deze documentaire is erg omdat het objectief is. Het is te objectief. En toen ik lastig van wat? Dus um, bepaalde media. Die, die, die wil gewoon over bepaalde onderwerpen een negatieve spin. Simpelweg omdat het meer verkoopt. En dan hebben ze ook uh, deniability. Um, als, als iets backfired. Dus als je altijd negatief bent op, op iets, weet je, dan heb je ja. altijd van oké, okay, van. Uh, vooral met op het onderwerp pedofilie, dan kan het nooit naar hem terugkomen. Met Buzzfeed echt letterlijk wat, wat ze gewoon zeiden was de, de documentaire is te objectief. Als in, je had meer meningen moeten geven, je had meer mensen moeten je demonizen, en, je had uh, meer... Uh, yeah. uh, maar uh, dat is niet echt mijn staal. Dus nou, het is wat het is. En was het een succes? Hoe... hoe, hoe? Hoe wordt, hoe, hoe zou jij als documentairemaker, hoe definieer je eigenlijk succes van je documentaire? Um, wanneer het pirate, uh, wanneer het wordt gepirated, en uh, dat gebeurde ook. Uh, dus ik denk veel meer mensen hebben het gezien uh, door het uh, illegaal uh, te downloaden. Dan op een of andere dag brrr, zie je het op alle pirate en illegale uh, sites. En dan heb je ook sommige, want het was ook op Netflix. Het was heel grappig. Een redditor was van: Ah, ik wil Our Omen zien op Netflix, maar ik ben bang dat het in mijn geschiedenis komt. Waar kan ik het illegaal downloaden? Dus weet je, met dat soort dingen heb je, heb je uh, uh, te maken. Dus het is inderdaad zo'n controversiële onderwerp dat mensen op Netflix zelfs bang waren om het, om het in hun geschiedenis te laten, laten zien uh, als ze het willen kijken. Je het een vraag, dat je, dat je zeg maar, de vraag in de titel stelde versus een statement, had je daar nog lang over nagedacht? Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk eerst. eerst mijn eerste gedachte, maar was echt gewoon toen ik er helemaal mee begon de yeah. onderzoek te doen: was: Oh man, uh, are pedophiles? Maar het is een, wel het nog is een steeds klei... met de vraagteken. Maar het is, een, het, is een, het, is een, het is een klein beetje clickbait natuurlijk. Een klein beetje. En dat is goed. Je, je, je wilt verkopen, je hebt een boodschap daar is niks mis mee. Maar. Nou, het, het, het is een vraag. Het is niet, dus bijvoorbeeld. Bijna al mijn documentaires zijn vragen, dus ook: Do we men hebben high sex drive? Een soepele transitie, dit heel goed. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik noem dat geen, geen, geen clickbait. Maar oké, okay, laten we. Uh, ik wil nog eventjes één ding zeggen over uh, pedofilie, wat, ja. wat we niet hebben besproken. Eén ding wat ik ook um, enorm heb onderzocht is um, de pedofilie-hysteria. Want het werd gemaakt tijdens de pedofilie-hysteria um, dat dan. Mannen mogen niet in een park zitten alleen. Mannen mogen niet naast kinderen zitten in het vliegtuig. Het vliegtuig. Uh, ja, uh, alleen. En uh, dus uh, dat wordt dan ook onderzocht. En wat ik zag, wat heel erg triest was. Ik zag um, dat uh, de relatie tussen mannen en kinderen steeds wijder werd. Um, en dat, dat is in ieder geval iets wat enorm uh, triest is. Want. Dat is niet omgedraaid. En ik zie dat ook in de aankomende 10, 20, misschien zelfs 30 jaar dat, dat niet Dat is vreselijk. Uh, ik had een podcast opgenomen hiervoor met uh, Louis een uh, Emeritus, uh, hoogleraar, professor. Ongelooflijk intelligent vent in pedagogiek. En een van de, uh, in de... In de podcast zelf wordt het beter en uitgebreider gaan we erop in. Maar een van de thema's die hij aansnijdt zijn ook dat... de feminisering van het onderwijs. Dat zeker in het lage... Dat, dat er bijna geen mannen in het onderwijs zijn. En in alles het onderzoeken en in alle testen die er gedaan heeft... is er ook echt een behoefte bij kinderen om um, mannelijke onderwijzers te hebben. Ja, mannelijke rolmodellen. Man, man, volop mannelijke rolmodellen. En het probleem en het dubbele is, is dat, um, net als toen met die, met die campagne van Sieren uh, Laat Jij Jongen Wel Genoeg Jongen Zijn, is dat er enorm veel ophef is als je dat zo benoemd, want de, de, wat nu in is en, 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 en wat dan een beetje wordt op, opgedragen... is dat er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Alles is een kwestie van nurture. Uh, mannen geven niet ander onderwijs dan vrouwen. Dat slaat nergens op, dat is gewoon oké. Okay. Terwijl aan de ene kant, wat je, exact wat je zegt... er is een ongelofelijke leegloop um, in, de, in de scholen. Niet alleen dat, je ziet ook dat de mannelijke docenten... die aan een pabo beginnen, dat die massaal afhaken... Zodra ze gaan werken of überhaupt de studie niet afmaken, dus ergens haken mannen gewoon af, ook al die dan wel de stap zetten om in het onderwijs terecht te komen. En de impact daarvan op leerlingen, zowel mannen als vrouwen, is gigantisch. Alleen um, je kan er bijna niet er, er, is, er is bijna geen ruimte en mogelijkheid om daarover te praten. Ja, maar nou, dat, daar, dan hebben we, daar hebben we deze podcast voor, toch? Nee, gast, absoluut. Nee, nee, absoluut. En, en, en daarom heb, had ik toen ook met Louis de Vecchio... of met Lauk Woltering... die is daar nu een, een, een zeer interessant boek ook over aan het schrijven... ook een podcast over opgenomen. Juist om daar op, 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 in, op inhoudelijke wijze op in te gaan... en weet je die geluid ook te laten horen. En weet je, ik, ik zeg nu wel van... daar kan niet over gepraat worden. Maar dat is niet waar. Kijk, je hebt op Twitter een hele kleine groep... zeer felle, luidruchtige... Uh, ik, ik zeg het op Twitter, maar gewoon online, die zeer luidruchtig is en een bepaald, bepaalde mening opforceert. Maar als je gewoon met Jan Lul op straat praat, of met gewoon de mensen die daar werken, die staan heel erg open voor die ideeën. Die zien dat probleem ook en die willen er ook mee aan de slag gaan. Alleen uh, zij zijn net wat minder luidruchtig en uh, expliciet. Ja, ja, klopt, klopt. Um, even kijken hoor. Oké, okay. wil je in dit duiken? Of wil, wil hey, je jongen, wat je, wat je wil, je hoeft niet te, hoeft niet te vragen. Okay. Wat je wil. Dit is, dit is een podcast, dit is een gesprek tussen twee mensen. Gewoon relaxed. Oké, okay, okay. ik, ik begin even negatief, dan ga ik positief. En daarna gaan we dan weer negatief. Dus, uh, Interessant. Het, 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 ne, 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 het tweede stock, je ding hoor. wat ik ja? heb uh, ontdekt... Uh, Tijdens mijn tweede documentaire. Dus met de eerste documentaire zag ik dat uh, de, een grotere kloof tussen uh, mannen en kinderen. Dus beide werden geïsoleerd uh, van elkaar. En uh, met mijn tweede documentaire realiseerde ik me dat er een grotere kloof uh, ontstond tussen uh, mannen en vrouwen. En dat betekent eigenlijk dat uh, de, 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 de de isolatie van een man is nu eigenlijk volledig compleet. Het is er van, kan niet omgaan met kinderen, want dan word je gezien als pedofiel. Um, uh, um, kan niet flirten met vrouwen. want hashtag Dan heb me too. je hashtag MeToo, uh, Safe Spaces, White Privilege, Male Privilege, uh, weet je, um, noem maar op. Dus dat zijn enorm trieste dingen waar mensen zich echt op de hoogte uh, voor 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 moeten brengen. Um, maar laat ik eerst beginnen van wat mij inspireerde om The Women Have a Higher Sex Drive te maken. Ja. Yeah. Um, kan ik gewoon drinken? Wordt dit eruit geknipt? Nee, het het er wordt gewoon alles er, er, live? er wordt niks uitgeknipt. Het is niet live. En uh, dit dit. Je mag gewoon slokjes nemen. En het is het, gewoon okay. relaxed man. Oké. Okay. Um, ik wou. Oké. Okay. Ik ben een documentaire maker, maar ik wil eigenlijk helemaal geen documentaires maken. De reden waarom ik het doe is omdat niemand anders erover wil praten. Dus met our own Man... Ik kan dat met de datingcoach zijn. Serieus. Oké. Okay, ja. ja, door man. Ja. Dus met our omen, uh, Pedophiles, It's like die thema, de gemiddelde persoon, dat, dat wil je niet behandelen, weet je, van... Maar het is er wel niemand praat erover. Niemand heeft mij verteld wat wel en wat niet pedofilie is. Alleen maar de mainstream... En het is uh, slecht. Ja, alleen maar de mainstream narrative, wat helemaal niet klopt, want anders is, zijn alle religies pedofilie en Oké. Okay. Hetzelfde had ik met Do Have a Higher Sex Drive. Wat het was, is ik had um, drie stagiaires uh, bij mijn bedrijf. En <laughs> ze waren toch geil? Nee, nee. <laughs> en um, we hadden een discussie over seks. Want op een gegeven moment ging het over seksdrive. En zij zeiden, tot mijn verbazing, dat uh, uh, vrouwen hadden een hogere seksdrive dan mannen. En eerst dacht ik bij mezelf van die drie vrouwen, die zijn gek. Uh, maar toen uh, ging ik een beetje meer uitleggen en verder praten. Toen realiseerde ik me van oké. Okay, ten eerste, die drie vrouwen zijn totaal anders. Totaal andere leeftijden, totaal andere interesses, totaal andere uh, uh, achtergronden. Dus om tot diezelfde conclusies te komen, daar moet iets, uh, iets achter zitten. Toen begon ik meer te luisteren en toen begon ik te zien van hé, hey, hier zit misschien iets achter. En toen zei ik van, weet je wat, uh, maak hier een documentaire over en ik zal jullie ondersteunen. En zo so is de The, the Women Have a Higher Sex Drive uh, is toen uh, begonnen. En een van de meest interessante dingen, um, we hebben het uit de documentaire geknipt... maar we hebben wel andere mensen... in de studio geïnterviewd. Maar we zijn ook op straat geweest... en we hebben dan uh, gewoon random mensen... Uh, uh, geïnterviewd en gesproken... van wie denkt dat een hogere seksdrive heeft. En de single mannen die zeggen... allemaal... wij hebben een hogere seksdrive. Geen sprake van een ander iets. En de vrouwen die zeggen van... wij hebben een hogere seksdrive. En de couples... voornamelijk die zeiden... Vrouwen hebben een hogere seksdrive. Dus dat vond ik iets wat heel interessant is: dat de mannen die geen echte ervaring hebben met vrouwen. Uh, dat die uh, er heilig van overtuigd zijn dat zij een hogere seksdrive hebben. En dat de vrouwen vinden dat zij een hogere uh, seksdrive hebben. En dan inderdaad de koppels, waarbij de, uh, de man dan wel ervaring heeft met de vrouw. Dat de man inderdaad toegaat van ja, uh, zij is degene met de hogere seksdrive. Terwijl je dit zit te vertellen, ik schiet me een, een anekdote van een verhaal: van, er was toen een, een van haar generaal die ging, op, op, ging, ging op, op werkbezoek bij een of haar uh, kippenfokkerij. En er was dus een haan. En zijn vrouw had toen gevraagd aan, aan degene die die rondleiding gaf: van joh, die haan, hè? Hoe, hoe, vaak, hoe vaak heeft hij seks dan per dag? Want die moest dan de, de kippen bevruchten voor nieuwe kuikentjes enzovoort. En het was een van de astronomische aantal. Toen maakte de vrouw de geintje van: nee, hey, dat moet je dan tegen mijn man vertellen. En toen zei die man dus ook: oké, okay, ja, klopt. Vroeg jij aan die man. Is het dan zo vaak ook steeds met dezelfde kip? En nee, dus. Ja, heel vaak seks, maar met een hele hoop verschillende. En dat daarmee een verschil lag tussen hoe mannen en vrouwen dan seks ervaarden. Dat, dat, dat is dan wat me nu zo te binnen schiet. Oké, okay, oké. Okay. Um, nou, kijk, um, we kunnen daar een, een beetje op ingaan. Want één ding wat mijn documentaire doet, het, het breekt heel veel mythes. Dat een ervan is dat vrouwen uh, meestal op zoek zijn naar één partner, maar wat betreft seksualiteit, dus de lust daarvan... helemaal niet. Sterker nog, er is bewijs zelf dat uh, uh, dat er sperma-competities zijn. Sperm wars, dat Ja, ja, ja uh, in, de, in, in de vagina zelf. Dus al historisch gezien weten wij dat vrouwen meerdere sekspartners hebben gehad en dat onze lichamen zelf uh, ontworpen zijn. Om dat te uh, uh, faciliteren. Uh, ja, van nee, te... gast, faciliteit. Hoe zit het dan dat er zo'n gigantisch verschil is tussen hoeveelheid verschillende sekspartners bij homoseksuele mannen versus bij lesbische vrouwen? Oké, okay. uh, dat is wel goed. Een van de dingen waar ik wel van huidig overtuigd ben, is dat. Um, ik denk inderdaad, mannen hebben geen hogere seksdrive dan vrouwen. Um, I've been converted. Maar <laughs> wat wel is, is dat uh, homoseksuele mannen. vind ik dat die wel een veel hogere seksdrive hebben dan vrouwen. En ik denk een van de dingen wat daarmee te maken mee heeft. is scarcity. Dus, uh, ik denk heel veel mensen. they underestimate that. Maar van. voor heel veel homoseksuelen groeien ze op in een samenleving. dat niet echt. Uh, bevorderend is uh, voor hun. Ah, dus ze gaan dus, dus ook de, pakken wat je pakken kan Ja, dus ze gaan ook voor een hele lange tijd van hun leven in tegenstelling tot anderen die bijvoorbeeld al op tien jaar of op dertienjarige ah. leeftijd al flirten met mensen, hebben zij die optie niet. Dus wanneer zij eenmaal de kast uitkomen, want dat is ook zo dat heel veel mannen je wil gewoon in het algemeen in de samenleving zo normaal mogelijk zijn. Dus als de meeste mensen hetero zijn, wil jij ook hetero zijn. Maar als je inderdaad anders Bent. Meestal van een, jong, van een jonge leeftijd kan je dat nog onderdrukken, of weet je dat nog niet zeker. Dus uh, ik denk dat, er, uh, dat de scarcity voor heel veel homoseksuele mannen uh, uh, een rol speelt in hun development. Van, dat is dan al van, uh, van kleins af aan het. Tweede ding, wat het ook is, is dat vrouwen die zijn meer voorzichtiger. En een van de belangrijkste dingen wat ik mensen wil meegeven is om vrouwen te begrijpen, is heel vaak wordt gedacht dat als je een hogere testosteron hebt, dat je een hogere seksdrive hebt. Helemaal niet waar. Wat het is, is testosteron um, zorgt ervoor dat je meer risico neemt. Dus dat betekent dat, um, om maar een voorbeeld te noemen, wie is hornier? Um, A college jock um, die uh, in een bar een vrouw uh, uh, grijpt aan haar kont elke vrijdag, of een nerd die uh, drie uur per dag porn zit te kijken en aftrekken in zijn eigen kamer? Wie is Hornier? Ik, eh, nou ja, kijk. Uh, het, het, het probleem hiermee is, en ik, ik wil niet nu jouw jouw je, je brengt een interessante dilemma, dus die wil ik niet kapot maakt. Maar het probleem is inderdaad... dat, dat wou ik net aan je vragen... wat is dan de definitie van... definieer horniness? En dan kom je dus ook weer op het punt, denk ik, dat... Um, hoe ervaar je... de lust in je eigen lichaam? Uh, als een vrouw naar porno kijkt... terwijl als een man naar porno kijkt... zie je dat... Um, fysiologisch het evenveel opwekt... maar bij de vrouw is ze minder bewust... van, van de opwinding in haar vagina en de man. Dus hoe heb jij dat opgelost? Wat is dan horniness of of, of, of uh, 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 sex drive, hoe sexdrive, libido. Was, het, mijn vraag was eigenlijk bijna retorisch. Ja, van als, daarom, je zou, uh, als je het zou beantwoorden, dan zou ik uh, verder gaan. Yeah. Kijk, wat ik bedoel daarmee is om het voorbeeld van de college jock of de college alpha male uh, um, versus de uh, nerd die alleen aftrekt voor de samenleving. Zien zij de jack en dan denken zij van oké okay, de jack die is hornier maar niemand ziet de nerd thuis aftrekken. Snap je dus dat betekent dat er een verschil oh, is een verschil is tussen wat mensen denken dat horniness is en het uiten okay. van horniness. En okay. testosteron heeft te maken met dat je het moed krijgt om jouw horniness te. Uiten. Dus dat je meer risico neemt maar het is, in jouw, in jouw hornyness. Maar het is niet. Oké, okay, dit, dit is interessant. En dit zeg ik. La, laten we een beetje ga, ga, gaan prikken. Want een van de dingen die je bijvoorbeeld ziet met, met, met testosteronspiegel. is bijvoorbeeld de, de, de ochtend-erectie. Uh, het kan ook te maken hebben met een volle blaas. Maar er zijn verschillende signalen. Wat je ook hoort bij, bij, bij gasten die dan bijvoorbeeld een kuur gebruiken. Van, 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 of die een tijdje. Uh, 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 die aan de testosterone replacement therapy beginnen... zit er ook bepaalde fysiologische veranderingen zorgen... dat je daar weer wel hornier van wordt... gekoppeld aan dat je ook lef hebt om ernaar te handelen. Dus, dus ik weet niet of je ze helemaal los van elkaar zou kunnen koppelen. Ze zijn niet helemaal los van elkaar... maar ze zijn ook niet verbonden zoals de meeste mensen denken. En daarom is het ook zo belangrijk... om als je dat verschil tussen testosteron en horniness kan begrijpen... dan begrijp je ook vrouwen. Vrouwen die zijn super horny, maar ze durven geen risico te nemen. Terwijl mannen, al zijn ze minder horny, nemen ze veel meer risico. Dus lijkt het naar de buitenwereld alsof zij hornier zijn. Wat is de evolutionaire functie van het altijd geil zijn van een vrouw? Of hornier zijn dan mannen van een vrouw? Nou kijk, altijd is inderdaad een verkeerd woord. Het is zo van... Uh... Nee, gewoon meer. Hoeft niet altijd. Meer. Oké, okay, ja. ja. Um... Kijk, eerst... eerst... Laat ik eens mijn reden redenering geven waarom ik dacht dat vrouwen niet horny waren voordat ik deze yeah. documentaire gotcha. maakte. Dus ik dacht bij mezelf van, weet je wat? Als vrouwen uh, bijvoorbeeld meer seksuele plezier hadden, dan zouden zij ook veel meer bezig zijn met seks. Maar een van de dingen wat ik realiseerde tijdens het maken van deze documentaire is dat. Een vrouwenorgasme, een goede vrouwenorgasme, is veel moeilijker om aan te komen dan een mannelijke orgasme. Breek me de bek niet open, Ja, ja. ja. Dus en wat het zelfs is... want ik had een psycholoog gesproken en um, een vrouw van, haar... die kwam binnen, die was echt helemaal blij van, ik ben verliefd, ik ben verliefd. En toen vroeg de psycholoog, oké, okay, leg uit wat, die vrouw die was in haar veertig. En um, zij legde de dingen uit, en toen zei de psycholoog, je bent niet verliefd, je hebt alleen maar voor het eerst in je leven een orgasme gehad. Met de man. Ja. Dus, dus het, uh, het, het niveau waarop vrouwen orgasmes hebben met mannen en hun volledige potentie bereiken met mannen is echt absoluut minimaal. Het maar is... wat heeft dit met horniness dan te maken? Deze, deze, op, deze opzet? Want orgasme is dan in veel gevallen soms, zou het vaak kunnen zijn, een, 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 een onderdeel waar seks naartoe leidt. Het is de release ervan. Yeah. Dus stel je bijvoorbeeld voor dat jij voor 50 dagen niet zou aftrekken bijvoorbeeld. Yeah. Dan bouwt dat sperma in jou en dan telkens weer wordt de drang groter om, om dat te releasen. En dus dan heb jij een toenemen in jouw horniness. Okay. En voor vrouwen, als zij niet uh, orgasmes krijgen, neemt de horniness, neemt, neemt dan toe. Yeah. Snap je? Dus, ja. dus, 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 dus dat is... <laughs> dus voor jou is de, is de uiting van de orgasme... en dat die groter kan zijn... het gegeven dat zeg maar, de, de, de stuurdam... die dan opbouwt, groter is dan die van mannen? Ja, moeilijker. D dat is moeilijker. Dan als, als tweede punt... Uh, um, heb je dat... Um, voor ons mannen is het seks... Uh, een uiterlijk iets. Dus je steekt iets van jezelf... in iets anders. Mm -hmm. Voor vrouwen... Wordt het in jouw lichaam gestoken? Dat is iets wat, um, wat eigenlijk gewoon een andere ervaring is. En het is dan ook dat het hele lichaam met een vrouwelijke uh, seksualiteit meedoet. Dus, dus het is niet alleen maar de vagina. Het is, het is eigenlijk echt gewoon heel het lichaam dat, dat voornamelijk. Uh, uh, mee kan doen. En daarom is het ook als je de beste orgasmes vergelijkt tussen man en vrouwen, ook al zijn vrouwelijke orgasmes veel moeilijker om aan te komen, zijn vrouwelijke orgasmes veel krachtiger. De reden waarom het niet zo vaak gebeurt, is omdat het inderdaad moeilijker is. Ik vergelijk het met een, uh, een, 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 een vijf sterren restaurant uh, diner uh, versus KFC. Um, dus voor mannen kan seks veel makkelijker KFC zijn. Yeah. Je gaat er naartoe. Hup, hup, hup. En voor vrouwen is het als je naar een vijf ster uh, diner wil. Dan moet je als je kinderen hebt, moet je oppas vinden voor je kinderen. Tuurlijk, je moet tijd tijd vrijmaken. Maar bij dus er zijn een heleboel stappen. En die stappen. Um, zijn dan vergelijkbaar met een vrouwelijke orgasme? Dus er spelen veel meer dingen met KFC's. Van oké, okay, je gaat naar KFC, je komt er da, da, dat en met hel, yeah. help me begrijpen hoe dit stukje zit met dat vrouwen een grotere seksdrive hebben, um... dus zij kunnen veel meer plezier ervaren, maar het is veel moeilijker, ja. om voor hun ja. uh, veel meer uh, 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 plezier te ervaren, maar van. Het, 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 uh, ook, misschien heb je het ook gemerkt dat de energieniveau kan bij een vrouw omhoog gaan naar een orgasme. Dus ze kunnen mm -hmm. multiple orgasms ja. hebben, en voor een man gemiddeld gezien bijna alle mannen, voor dat, is dat niet mogelijk. Ja. Dus daardoor kan ook de horniness du omhoog gaan. Er zijn echt letterlijk verschillende levels. En één ding wat ik heb gemerkt is... als je het echt hebt over de ultieme orgasmes... en je, je vraagt vrouwen om dat te omschrijven... kunnen ze niet doen. De reden waarom dat ze het niet kunnen doen is dat... omdat hun brein bijna volledig afsluit. Als jij een MRI zou nemen van een vrouw op het hoogtepunt van haar orgasme, zou de MRI-specialist, als, als hij niet van tevoren wist uh, wat het That's was, is, ja, van oké okay, deze persoon die gaat, uh, yeah. die gaat uh, bijna gaat yeah. dood, zes over negen. Dus vrouwen als proberen hun lichaam te verlaten. En dat is eigenlijk iets wat, wat, wat bij mannen uh, niet echt gebeurt. Maar, 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 maar wat heeft dit te maken? Help me te begrijpen. Dus kijk, oké, okay, vrouwen genieten meer van seks. Ik, ik zeg het niet van, ik, ik, niet ik de ene of de andere afstand heb genomen, maar ik, ik zie hem nog niet. Vrouwen kunnen, kunnen meer genieten. Kun, maar, vrouwen kunnen, meer, kunnen genieten. meer genieten van seks. Um, wat heeft dit te maken met seksdrive? Oké, okay. um, het eerste voorbeeld inderdaad wat ik je gaf. Het tweede was inderdaad multiple orgasms. En het derde, zoals ik met de homo zei, is repression. Dus als jij inderdaad iets onderdrukt met mannen zo van oké, okay, I'm horny, I'm gonna bust one out. I'm cool Busting again. That, yeah. Voor vrouwen is dat minder zo. Voor vrouwen is het, um, ne, um, één ding wat, wat misschien wel heel interessant is, is um, uh, met vrouwen is het ook alles is sneakier. En gewoon echt letterlijk... Fucking wijven. Letterlijk alles is, is, is snikje. Dus bijvoorbeeld vibrators... die hebben recentelijk... Uh, uh, de, de revenue uh, uh, gepasseerd... Uh, vergeleken met reguliere porn. Dus maar en porn wordt nu... is dead. Dus dat, dat vind ik nu minder zeggen. Klopt, klopt. Maar, maar dan nog, de, de, het is gegroeid. De, 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 de schattingen is dat over een paar jaar... Um, dat het letterlijk uh, de, de porn in de dust laat. En met porn bedoel ik niet alleen maar de online uh, sales. Ik bedoel dan ook de DVD's, uh, de hotels. Uh, en zelfs ook legitimate camming. Dus camming zit daar ook bij. Oké, okay. oké. Okay. En camming is inderdaad wel een business, ja. En 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 inderdaad, dus. dus, dus, dus er worden zoveel vibrators gekocht. En het is eigenlijk zelfs zo erg... dat vibrators zijn de enige sekstooi toy die je kan kopen in een reguliere winkel. Let maar eens op wanneer je volgende keer naar... Uh, even kijken. Ik denk dat de Albert Heijn ze heeft... Uh ook andere winkels die gewoon helemaal... geen sextoys verkopen, maar... wel vibrators. En dat wordt dan... heel subtiel wordt dat... geadvertised. Ge Het zijn dan soms kleine bullets. De pocket rockets. Ja, ja, inderdaad. En dat heb je niet bij mannen. Weet je? De, dus, dus die vraag... De, 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 de samenleving... weet er al van. Anders zouden die dingen... geen eens in normale winkels... Uh, verkocht kunnen worden. Zo groot is die vraag. Oké, okay. oké. Okay. Maar oké, okay. en, en wat, hoe, hoe koppel jij deze. Kijk, bijvoorbeeld, metafoor. stel je hebt een dier die eet één keer per maand. En als die eet, kan die echt fucking veel eten en kan die er ook heel erg van genieten. Betekent niet dat zijn eetlust groter is dan een ander dier. Dus, dus hoe, hoe heb je in je documentaire de stap gemaakt naar, um, ja, de seksdrive, de libido van vrouwen is hoger. Want laten we dan even één stapje terug. Wat is seksdrive? Wat is libido? Is seksdrive en libido hetzelfde? Ja, um, yeah, het is, is inderdaad het, het zin in seks hebben. Dat is de seksdrive. Oké, okay. uitdaging daarbij is meteen van... dat neurologisch gezien de seksdrive van een man proactief is... en van een vrouw meer reactief. Dat een vrouw opgewonden raakt ook van het begeerd zijn... ...terwijl een man opgevonden raakt van wat je zei, die uiterlijke prikkels. Dat een vrouw daarom ook meer van het verhalen van Fifty Shades of Grey... ...hier wordt meegenomen in die reis waarbij je ook zijn impact op haar ziet... ...terwijl bij een man veel meer is van kont en nut, zo gezegd. Het um, is eigenlijk. Vrouwen zijn eigenlijk zelfs meer visueel ingesteld. Het is echt een, een hele grote mythe dat vrouwen niet visueel zijn ingesteld. En misschien had ik eigenlijk met deze voorbeeld moeten beginnen. Maar een van de redenen waarom uh, meeste mannen niet realiseren dat vrouwen een hogere seksdrive hebben, ja. is zij zitten niet in de top. Zij, zij zijn niet de alfa's. Dus vrouwen die zijn veel meer selectief in de mannen die ze aantrekkelijk vinden. Dus met een man, een gemiddelde man, die zou bijvoorbeeld flirten of seksuele signalen sturen naar alle vrouwen en dan pingen en dan terugkrijgen oké, okay, wie reageert mm -hmm. erop? Maar een vrouw is meer specifiek. Maar wat heeft dat met seks Maar, maar dat is dan qua als je single aan het flirten bent. Dus, dus je zit in een relatie. Hoe komt dan de seksdrive tot uiting? Huh, um, even kijken. Oké, okay. met de relaties inderdaad. Is... Kijk, wat, 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 even terugkomen op wat je zegt. Dat is, een, is ook een onderzoek bijvoorbeeld. Ik, ik haal het vaak aan. Waarbij dan vrouwen uh, op een datingsite in Tel Aviv. Uh, de, de, mannen, uh, gaan, uh, de, de mannen moesten gaan. de mannen moesten gaan ranken. Ja. En wat je dan ziet als mannen vrouwen gaan ranken. krijg je een hele goede normaalcurve. Dus de knapste zijn de knapste. de lelijkste zijn de lelijkste. de gemiddelde zijn de gemiddelde. Als vrouwen mannen gaan ranken. zie je dat er zo'n zo afzakkende curve is. Dus de over-overgrote meerderheid van de mensen... zijn echt gewoon kansloos. Dus de grootste groep, is van 50%, is echt gewoon... krijgt 0 of 1 punt, zijn fucking lelijk, onaantrekkelijk. En een heel klein groepje zijn heel aantrekkelijk voor hun. Dus... Je, je, je geeft al een andere reden. Scarcity. Hoe bedoel je? Dus omdat vrouwen zijn aangetrokken tot een heel klein groepje mannen... is er enorme competitie voor die specifieke groep mannen. Ja en, ja en nee. Ja en nee. Aanvulling erop. Hè. Als, je, als, je, als je ervan uitgaat dat seksuele opwinding voor een man en een vrouw hetzelfde is... kan het zeker zo zijn van hey, je, krijgt, je krijgt allebei dezelfde input. Je gaat selecteren wie vind je aantrekkelijk echter. En dat is mijn persoonlijke analyse. En daarom is veel onderzoek over aantrekkelijkheid een beetje dodgy. Is dat... Een vrouw ook veel meer kijkt naar hoe is iemand is, hoe gedraagt hij zich, hoe stelt hij zich op, hoe zelfverzekerd is hij, lichaamstaal, hoe komt hij over. Alle andere details, nog los van de, de, de harde feiten, op een dating site krijg je dat niet. Dus dan krijg je dat heel erg extreem wordt uitvergroot waar ze wel mee kan werken. En dan wordt de overgrote meerderheid onaantrekkelijk, heel klein stukje is aantrekkelijk. Dus ik denk dat als je een onderzoek creëert waarbij er geïnteracteerd kan worden en er meer ...kanalen input is, wat voor vrouwen belangrijker is in aantrekkingskracht dan voor mannen... ...dan denk ik dat het onderzoek weer meer die normaal curve gaat creëren als die vrouwen gaan ranken. Dat is mijn, mijn voortijdige ik, ik, hypothese. Uh, ik, ik, ik denk, niet, je gaf al eigenlijk een beetje toe in het uh, eerste gedeelte van het gesprek... ...dat voor het grootste gedeelte van de geschiedenis heeft de meerderheid van mannen nooit kunnen reproduceren. Tegenwoordig, dat kwam in de vorige podcast ook naar voren, is uh, twee derde van het de genetische materiaal van vrouwen. Dat is nu ook zo. Dus um, in populatie 100 mensen, 50 mannen, 50 vrouwen. Dus bij wijze van die 50 vrouwen krijgen ieder één kind. 50 mannen, helft plant zich niet voor. 25 van die mannen krijgt twee kinderen. Bij elk van dus die twee vrouwen. En dan als je naar de cijfers daarin kijkt, zal het meer 80-40 zijn. Is dus dat 80% van dan die 50 vrouwen, dus 40 vrouwen plant zich voort. En 40% van die 50 mannen, dus uh, 20 mannen, planten zich voort. En zo krijgen die tweederde deel geneesmateriaal van vrouwen... een derde deel van mannen. D dat is hoe het nu is. Ja, ja. En uh, kijk, om, om maar een extreem voorbeeld te noemen... van hoe extreem horny en gek vrouwen kunnen zijn over mannen... kijk naar Justin Bieber, kijk naar One Direction. Als je kijkt naar hoe die tieners... Gewoon helemaal gek. Helemaal losgaan. Gewoon gedeeltes van steden. Gewoon volledig afsluiten. Rennen naar auto's. Mobs. Dat kan. Kans geen eens gehouden kunnen worden. Dat Justin Bieber zelfs meer beveiliging nodig heeft dan de president wanneer die uh, uh, gaat optreden. Dat je ook speciale mensen hebt die afwachten voor vrouwen die dan feinten zodat ze hem gelijk zoep in de ambulance kunnen brengen. Dus dat is gewoon op een totaal andere niveau. Van daarom ook de, de make-up artist uh, van de documentaire zou ik recht tegen me over van boy you have no idea. Ja And hoe freaky en gestoord. Kunnen zijn. Ja, want wij zijn geen Justin Bieber, maar dan als zo'n vrouw een relatie krijgt met Justin Bieber, draait ze maar dan ook na vijf jaar nog steeds helemaal vanaf. Uh, ik denk, ik denk met social status is voor vrouwen heel erg belangrijk, dus hoe meer begeerd Justin Bieber is, zal ze dan altijd zoiets hebben van: Oh, 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 oh. Zodra die begeerte weg is, dan inderdaad is van: oh, Oké, okay, wat, wat moet ik met die persoon? Want het is inderdaad de alfa. Uh, It's the alpha men who get most of the attention. Dus daarom ook dat de meeste mannen denken van... vrouwen hebben geen hogere sex drive. En vanuit jouw perspectief klopt dat... omdat de meeste vrouwen... die vinden jou ook niet aantrekkelijk. En dan voor de alpha mannen... die hebben gewoon een andere levenswereld. En in de relatie. Want dat, dat is dan een stap ervoor. En in de relatie dan. Want, want dat... Kijk, initieel ontzettend iemand aangetrokken worden, en helemaal, helemaal lijp gaan doen enzovoort. Oké, okay. dat, 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 dat is zo. Maar als je eenmaal in een relatie zit, hoe zit het dan met die sex drive? Of wat er nou, naartoe? Had? Als we het echt hebben over de alfa mannen. stopt dat nooit. En dat betekent ook dat voor vrouwen. dat ze gewoon uh, hyper uh, alert zijn. Um, van wie en welke vrouw. met uh, hun man omgaat. en, en, en hoe. Uh, like how they, how they interact. Hoe ontdekte hoe je dat? Hoe, hoe ontdekt dat? Hoe, hoe werd dat? hoe kwam je daar? Ach, hoe uh, Vertel. Oké, okay, nou. Um, nou, als je kijkt naar de, uh, naar de CEO's, maar één ding wat ik ook uh, heb ontdekt, en ik denk voor de meeste mannen is dit wel misschien heel erg logisch. Wanneer jij een vriendin krijgt, heb je in één keer dat meer vrouwen geïnteresseerd zijn in jou. Ja. En van oké, okay, wat zit daarachter? Dat zit achter social status. Dus een vrouw die redeneert dan van oké. Okay, als hij een vriendin kan krijgen, misschien is er iets wat ik over het hoofd heb. Misschien, misschien is hij toch iets beter dan, dan, dan ik dacht. En het tweede aspect ervan is dat vrouwen in tegenstelling tot mannen is als je bijvoorbeeld een een mooi meisje op straat ziet lopen en ze vertelt van ah ik heb een vriend, dan ga je ah wat jammer als man. Maar voor vrouw van ah ik heb een uh, vriendin en voor vrouwen is het van yes challenge accepted. Ja. Je? Dan, dan, dan ben je nog meer aantrekkelijk. Is het nog meer een uitdaging voor haar. En dat is ook de reden waarom heel veel vrouwen andere vrouwen haten. Want zodra je een relatie <laughs> krijgt, it is game on. Het is like literally: the woman will try to steal uh, the man. En, en een heel goed voorbeeld daarvan is Steve Harvey. Ik weet niet of je die komiek kent. Hij is yeah. een hele bekende uh, zwarte komiek in Amerika. Die er een raar idee op overigens. Maar uh... mm -hmm die er een raar idee op na houdt. Ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld zijn vrouw, dus ze waren getrouwd, um, ze zijn gescheiden en toen is Steve Harvey getrouwd met zijn mistress. En toen is de mistress en Steve Harvey zijn weer gescheiden omdat Steve Harvey is getrouwd met de andere mistress. Ah, ik zie een patroon. Ja, zie je het patroon? Dus zo so is het voor voor alpha males en. Ja, dus dat is dan de realiteit. Zolang jij een elfenmilk kan zijn, if you don't settle en dat je geen huismus wordt en dat je luistert naar de da da da, dan zou je inderdaad gewoon die level of tension constant blijven hebben. Simpelweg omdat andere vrouwen de man willen hebben. Heel interessant. Aanvullend op wat je net zei, gaf de twee redenen. Kijk, stel je loopt over straat en je vriend loopt niet naast je. En die ander weet niet dat je een vriendin hebt. Het feit dat je dan alsnog aantrekkelijker bent als man. Is dat je niet heiger om je heen aan het kijken bent. Welke chicks checken me uit? En wie is er met me bezig? Zo dus komt ook een stokje, stukje rust over je heen als je in een relatie zit. En dat, als het heigerige ervan af, af gaat, daarmee ben je al meteen ook al. Ja. veel aantrekkelijker. Ja, inderdaad. Dus, dus een, een van de dingen... Um, even kijken hoor. Een, een, een van de dingen wel wat, wat ik merk wat betreft... Oké, okay, ik vind vrouwen in het algemeen gewoon overrated. Maar dat, 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 vond al, nee, dat, dat, dat vond ik al... je in een relatie trouwens? Nee. Dat vond ik al vanaf een kleine leeftijd van... You know, like, wat, bedoel, wat bedoel je met Overrated. Nou, gewoon overrated van... ik zie inderdaad heel veel mannen achter vrouwen gaan... en, en voor mij is het zoiets van... Yeah, they're just a woman, you know what I mean? Maar... Oh, oh, Oké, okay, ga door, ga door. Dus het is niet dat ik een minder vind... maar ik wil gewoon van overrated wat betreft... dat ze alle aandacht krijgen van mannen. Dus, dus, dus dat heb ik al heel mijn leven um, gehad. En dan is het inderdaad dat vrouwen dan steeds meer geïnteresseerd zijn. Van, van, waarom ben je niet geïnteresseerd in mij? Van, dh, 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 van, yeah, that, en dan yeah. dh, 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 self doubt. En players gebruiken dan I'm dat fat, spel right? om, om vrouwen inderdaad te controleren. Van you know, you put a woman down and, and, and dan ff, en dan begint de vrouw zich af te vragen. van... Ben ik wel goed genoeg? Wat is er mis met mij? Uh, ja, ja, wacht. Uh, ja en nee. Een bepaald soort vrouwen. Een bepaald soort vrouwen die je ook wat dat betreft niet in je leven wil hebben. Zeg maar, als je een vrouw hebt die, om qua imprenten, jeugdfases die er weer bij te halen, een normale stabiele thuissituatie had, normale gezonde band heeft met haar ouders, goede voorbeeld daarin heeft, die weet wie ze is en waar ze staat. En van het doet, gaat wat een de pick-up scene naggen, heet en zo. Van uh, dan haar opeens niet die aandacht geven of haar niet opeens, wat je nu omschrijft. Die chick denkt dan, dude, doe ze even normaal, man. En she wanders off. Een hele grote groep vrouwen die inderdaad niet stabiel zijn, twijfel, onzeker, die seks gebruiken als manier van validatie en al die ongeheim wat er verder bij komt. Als je dat bij doet, ja, die raken getriggerd. Maar dat zijn niet de vrouwen die je uh, in je home team wil. Ja, ja maar daarom, daarom zei ik ook players. Ja, players. Niet de gemiddelde man, maar players. Die gebruiken die strategie midden, onder ja, and Josh, andere doordat. en die krijgen dan ook redelijk veel aandacht ervoor. Maar om even wow. terug te komen... je had het ook een beetje over in jouw interview... met de Playboy-redacteur. Is dat... Vrouwen zijn in het algemeen veel meer onzekerder. En dat heeft te maken met de biologische en evolutionaire verleden... dat vrouwen op kinderen moesten passen. Dus die onzekerheid is heel erg goed van pas... als het gaat om op kleine kinderen passen. Want als een vrouw over alles neurotisch denkt... van oh, wat kan hier fout gaan, wat kan hier fout gaan... dan um, kan het vrouw anticiperen alle gevaren die in het kind uh, leven o onder komen. Onder andere qua kind, ja. Maar... Um, dat heeft geen off switch. Uh, nee, ik Dus, eens. Um, dus die techniek um, kan eigenlijk toegepast worden op elke vrouw. Dus daarom is het ook van als je iets negatiefs of iets gemeens zegt tegen een vrouw, kan het voor een vrouw veel dieper kwetsen en kan het veel langer uh, in, het, in het systeem blijven uh, dan, uh, dan een man. En het het erger daarvan is dan van dat weet je wanneer vrouwen dan met elkaar vechten want je zou dan denken van oké okay, als vrouwen zo so sensitive zijn uh, zou dat betekenen dat vrouwen dan liever zouden zijn maar het is, is eigenlijk the exact opposite it is they understand their weak points and they are totally willing to exploit that to bring down uh, hoe zag other je woman? dat in je document dat is herkenbaar maar ook daar krijg je heel veel gezeik. hoe kun je dat nou zeggen als je in een film zegt, alle vrouwen, zouden dat dan zeggen? Oh, is dat bij alle vrouwen zo? Hoe, hoe zag je dat in jouw, in jouw documentaire? Hoe, hoe herkende nou, kijk, je dat? Nou voor, kijk, voor de documentaire hebben we het altijd over gemiddelden. Iedereen is sowieso, anders, je sowieso. hebt altijd... Hierop aanvullen, ik, ik ben het namelijk met je eens. De big five personality kenmerken, neuroticism is er één van. En vrouwen scoren hoog qua neuroticism en um, qua zorg, nurturing voor een kind. Evolutionair gezien moet je heel erg bewust zijn van een hele hoop omgein. Maar daarbij, net als met seks, net als met contact met mannen. Fysiologisch gezien, gemiddelde vrouw maakt geen schijn van kans tegen een man. Dus ze moeten veel bewuster zijn van bepaalde afwegingen. En als je het over ruzies, exact dat weer. Bij mannen is er even een clash. Ontstaat er een hiërarchie. Die hiërarchie voelen we ons goed bij. Tuurlijk proberen we de volgende positie te verkrijgen, maar. We willen ook een sterke leider. Dus die hiërarchie zie je al bij kindjes, bij jongetjes in hoe ze hun spel organiseren. Vrouwen zijn veel meer met elkaar samen, egalitair. En het loop je elkaar natuurlijk volledig kapot te maken um, om alles gewoon stabiel en en, en, en en op één level te krijgen. En vrouwen zijn veel harder in het doodnegeren en, en, en kapot maken van iemands reputatie van, van de ander meisje. En die, die pakken dat met veel andere, veel hardere, groffere andere wijze aan dan hoe wij mannen conflicten oplossen. Ja, ja, inderdaad. En um, om om uh, dan eigenlijk naar dan het, uh, het, het het negatieve over te gaan. Nou, dit dit was ding... nog het positieve. Ja, okay. ja. <laughs> nou, want we over vrouwen hebben, hebben een, een, een een hogere ja, uh, uh, seksdrive. Ik, ik, ik ga die docu zien. Ik, 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 jij hebt er uh, volop veel tijd in besteed. Ik weet niet of ik hem nog. Misschien misschien richt ik mij qua seksdrive op iets anders, maar. Bijvoorbeeld in relaties hoor je ook vaak dat de man is die um, merkt dat de vrouw dan minder, minder zin krijgt in seks. En is dat dan dus omdat de man de huismus oh, oh, wordt? Oh, zal ik nee? wat verhaaltjes vertellen? Bring het, graag. Oké, okay, dus een van de, de dingen waar, um, uh, waar de Cicera's de, de over klagen. Uh, uh, en, en één ding wat, wat ze heel vaak hoorden van hun vriendinnen. De vriendinnen van hun klaagden dat hun mannen. Uh, niet meer interesse hadden in seks. Dus ik hoor het exact tegenovergestelde van vrouwen. Dus mannen, zij, uh, zij klagen over van. Ah, je vrouw heeft geen, geen zin in seks. Maar de vrouwen onderling. Zeggen exact hetzelfde. Dus er is iets hier een aan de hand. Want je wordt inderdaad twee verschillende uh, verhalen. En kijk, een van de dingen wat ik ook heb gedaan. en waarom mijn stageplek. Uh, misschien anders was dan het gemiddelde is. Ik gaf vrouwen en eigenlijk bijna iedereen daar gewoon de ruimte om zichzelf te zijn. En dan zo komen die dingen in, want als het gewoon een reguliere stageplek was, hadden ze, ze nooit tegen nooit mij durven ja, zeggen ja. van dat vrouwen een hogere uh, seksdrive hadden. Dus gewoon ook als vrouwen zich uh, veilig voelen in een omgeving, dan komen gewoon dingen naar boven waarbij je van, like, you don't even wanna know, weet je. Het is dus gewoon verhalen. Ook bijvoorbeeld met, met heel veel mensen denken dat mannen de jager zijn. Pff, ga weg. Helemaal niet zo. Zelfs in een clubsituatie is het zo. Vrouwen hebben al alles uitgedacht. Alles, alles al voor de club. En wanneer ze in de club komt. Ik ga seks hebben met die. En misschien die. Maar waarschijnlijk die. En dan lijkt het alsof de man denkt. Van oké, okay, ik doe mijn moves. Nee, het is. De vrouw liet het toe. Zij ja. wisten het al. Ja en nee. Ik zeg. Andere. Hierop reageren, want dit is echt interessant en belangrijk. Ik was een keer een, een socioloog die was toen naar de kroeg gegaan en die ging onderzoeken over hoe dat dan zat. En zijn conclusie was hetzelfde: vrouwen zenden de signalen uit, de mannen zetten dan een stap al dan niet, en zo selecteren ze dat. Maar net zoals je aangaf met, met echt de Alfa's versus de, de, rest, de rest van de 95%, om maar Alfa te noemen. Ik, ik, ben, ik ben helemaal fan van die term, maar. Um, dat is omdat de overgrote meerderheid van de mannen het verkeerd aanpakt. Kijk, als je als man het spelletje snapt. En niet gaat wachten tot je oogcontact krijgt. En snapt hoe je moet presenteren. Snapt hoe je de sociale context waar je in bevindt. dat je die, die, die verleidt voordat je de stap zet om een vrouw te verleiden. hoef je niet te gaan wachten om überhaupt op haar radar te komen. dat zij dan voor jou kiest. Nee, dan kun jij gewoon op een laagdrempelige manier contact maken. en van daaruit het proces samen ingaan. Ja, er zijn de gasten die opvallen. En ja, die worden dan vooraf gescreend door een man. Maar als je als man dit goed in de smiezen hebt. en daar kun je zelf in trainen. hebben een boek over geschreven. zitten we al sinds 2001, zijn we daarmee bezig. hoef je niet je net als de overgrote meerderheid van de mannen dan maar af te gaan wachten tot je gekozen wordt dan kun jij gaan kiezen kun je ja, zelf al ja, er, er zijn inderdaad altijd uitzonderingen maar voornamelijk en ook gewoon wanneer vrouwen hierover praten en, um, en wat het is ze praten met mij heel erg open dus ja. het is niet iets wat ze tegen de gemiddelde man zouden zeggen is het gewoon in clubsituaties it's they are 10 steps ahead of the game on average Um, uh, vergeleken met mannen. Het is... Man, daarom, met gemielde Daarom, gemielde man daarom is het ook zo dat yeah. in Engels hebben we de term... Getting die, lucky. Getting lucky. Maar dat vind ik ook een kansloze term. En ik smak iedereen op zijn hoofd als ze het daarover hebben. Ja, oké. Okay, als je het inderdaad hebt over dan dat je jezelf wil profileren... En dadadad, dan begrijp ja, ik inderdaad... Voor Jan Moet je die, het, moet voor, je die nee, mentaliteit voor, niet voor, hebben. Voor, voor Jan Lul ja. is het getting lucky. Ja. En dat moet niet je streven zijn. Ja. Inderdaad. Maar dat is, dat is, daar ben ik militant in. Nee, dat, maar dat ik, is... daar ben ik helemaal... Ik bedoel, als je jezelf inderdaad wil profileren en je wil... Als je hier goed in wil zijn. Ja. That's it, ja. Yeah. Ja. Ja, eens man. Get, helemaal mee uh, eens. Uh, voor de kijkers thuis, getting lucky mag je nooit meer gebruiken. Dat is de <laughs> meest kansloze... Een ander, ander klein voorbeeld die we daar ook altijd in zeggen is... Stel, je bent een singele gozer... Altijd moet je een condoom bij je hebben. Niet dat het erom gaat dat je erop uit bent om zo snel mogelijk te neuken. Niet dat je erop uit bent om zoveel mogelijk chicks te oh, vol te ploffen. Rap de rap willy en gaan. Totaal niet. Maar ook aan wat je aan jezelf communiceert. Als jij een single man bent, je hebt geen condoom bij je. Communiceer feitelijk aan jezelf. Ain't gonna happen. De kans dat ik op een random moment seks bij me heb. En we hebben dan niet een condoomautomaat bij de hand. Is dermate klein. Ik hoef geen condoom bij me te hebben. Terwijl als je. Dit wil handelen, hierin wil groeien, die overvloed wil creëren, moet je ook aan jezelf communiceren dat het kan gebeuren en you're ready. Inderdaad, inderdaad. Oké, okay, um, nu over oh, naar de, de, de structuur in jou, hè? heel mooi. Ja, maar over, naar, nu dat, over naar de negatieve dingen. En die waren okay, ook zelfs okay, okay. zo negatief dat ik ze niet in de documentaire heb gestopt. Ook al heb ik wel een rode lijn voor de mensen die hier aan het eerst uitleggen. zijn. Dat zou juist interessant zijn geweest. Waarom heb je dat niet ingezet? Oké, okay, dus het, kijk, het negatieve is dat um, ik realiseer dat we in een genderwar zijn Eens. en dat is niet uh, iets waar de media <laughs> uh, of, of, of tv broadcasters uh, het, het willen hebben. En het ergste is, uh, we zitten in de genderwar en de vrouwen die denken dat ze winnen en um, dat is het ook niet. De toekomst voor vrouwen ziet er niet rooskleurig Waarom uit. Waarom denken vrouwen dat ze winnen? Waarom is dat niet zo? Oké. Okay. Um, la, Oké, okay, laten we het eerst hebben nee, nee, over nee, gast, de gender gast. war. Uh, Oké, okay. gooi het... Uh, yeah. Ja, <laughs> ja fuck de structuur, jongen. Fuck de, systematische... de structuur. Jongen, jongen, jongen. Oké. Okay. Um, dus in ieder geval, ja, tijdens de documentaire dacht ik... Um, toen realiseerde ik me dat, dat de kans groot is dat we naar een gender war gaan. Toen de documentaire af was, toen realiseerde to ik shit. me... We zitten al in een gender is, war. Wat is de gender war, man? Oké, okay, dus gender war is um, dat er... Uh, een steeds grotere kloof komt tussen mannen en vrouwen. Eens. En dat uh, mannen bang zijn voor vrouwen... en dat vrouwen bang zijn voor mannen. En als jij als seksueel species... Uh, <laughs> eigenlijk uh, geboren bent om met elkaar verbinding te zoeken... is dat eigenlijk het laatste wat je wil hebben. Maar het, het gebeurt steeds vaker dus... A aanvullend hierop is ook dat... Kinderen die opgroeien met een aanwezige papa en mama op alle vlakken beter functioneren. En dat daarmee, hoe suf het misschien ook kan zijn, gezin als hoeksteen voor een samenleving op een hele hoop niveaus een zeer wenselijk streef is. Um, en als er dan niet het vertrouwen is dat je dat kunt, met elkaar kunt creëren, is het voor een hele hoop gaat het op een hele hoop vlakken heel erg fout. Ja, ja inderdaad. En um, één ding inderdaad wat ik heb gemerkt, net als met mijn vorige documentaire, een grotere scheiding tussen mannen en kinderen. Nu is het een grote scheiding tussen mannen en vrouwen. En met gender war be uh, bedoel ik inderdaad niet dat mannen en vrouwen elkaar doodsteken op straat, maar is dus inderdaad <laughs> gewoon dat die uh, kloof groter wordt ja. uh, tussen mannen en vrouwen. En, en, en daardoor ook die wordt haat groter. en angst ja. wordt ja. ook groter tussen mannen en vrouwen. En dus ik geef je een aantal voorbeelden. Um, Eén is in de Washington Post. Dat is een van de grootste uh, uh, kranten ter wereld. werd als feature yeah. een artikel geschreven. Why can't we hate men? Or why can't I hate men? En het was niet een retorische vraag en het was ook niet clickbait bedoeld. Um, de schrijfster was een uh, feminist en die pleitte voor uh, de afschaffing van de stemrecht van mannen. Niet als grap, maar gewoon echt letterlijk serieus. Um, aan de andere kant uh, heb je dan ook mensen zoals Black Pigeon, een van de meest populaire mensen onder de rechts en extreem rechts, um, die pleit voor de afschaffing van vrouwen. En die van heeft. Vrouwen. Ja stemrechten, uh, ja, stemrechten van vrouwen. Van vrouwen. En uh, die heeft daar een video uh, van gemaakt die meer dan 1,5 miljoen hits heeft met majority. Uplikes. Dus uh, we, we, we zitten niet meer in een tijdperk van dat het uh, een paar radicalen zijn, nee. zijn maar een paar nee, 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 nee. mensen. Maar, Dit is nu gewoon mainstream, maar, maar als, aan als weerskanten, als, als nuance, het feit dat een krant wat dan pretendeert nieuwsvoorziener te zijn, zo'n zo stuk neerzet versus een, tuurlijk, hij is groot, de black pigeon enzovoort, maar uiteindelijk is het maar een YouTuber. Daar zit wel een stuk verschil in anderhalf miljoen hits. Heet je, um, vroeger was dat nog veel, de grotere youtubers hebben dat continu, zeg maar. Dus ik vind dat het in de krant het oprecht zo gezegd kan worden. Vind ik erger dat dat, dat een youtuber zoiets roept. Ik zou de YouTube-ding niet, uh, nee, niet, 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 niet onderschatten. Want zoals ik zei, Black Pigeon is een van de grootste aan de rechts. Als jij rechtsgeoriënteerd was en je bent een beetje bekend met YouTube... zou je hem kennen en zou je ook zijn video's tegenkomen. Okay. It, it, uh, dus eigenlijk beide... Beides, kijk, kijk, het meest schokkerende voor mij is geen eens de 1,5 nee, miljoen Nee, Nee, views. dat het gewoon gezegd it wordt, is, de Nee, het is de nee, majority uplikes. Het is ook geen eens wat hij zegt. Het is de is majority uplikes. Dus dat echt gewoon de meeste mensen die die video kijken... Maar is, maar, maar is het dan niet dat like. mensen toch. Maar is het dan ook niet dat mannen. of die categorie mannen. het gevoel heeft niet gehoord te worden? De. de, weet je, de, de, de heterosexual white male. cisgender white male. dat het ook meer. dat dan even. dat iemand even edgy is. en dat ze dan zich gehoord voelen of zo. We, 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 daar gaat het niet eens om. Je schetst de gender war. Ja, dat dat zijn daar voorbeelden van. Dus ja. kijk, ik ben tegen beide. Tuurlijk, extreem rechts, absoluut. extreem links. Ik noem maar alleen maar uh, voorbeelden. Twee uitingen en, en, en van de gender En dan gewoon genderwar. om te laten zien dat het gaat niet meer over uh, een, een paar mensen. Nee. Um, verder is het ook dat Hongarije die heeft uh, gender studies recentelijk uh, verboden. De, door door middel van dat het niet meer gesubsidieerd wordt uh, door, de, door, de, door, de, door de overheid. Maar je kan ook weer dan zover gaan als je gaat kijken naar de, de niveau van wetenschap. En hoe vaak er gerefereerd wordt naar wetenschap. De, 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 hoe vaak er uh, refer, referentie zit naar ander wetenschappelijk onderzoek, dat, dat dat niveau van wetenschap heel erg laag is bij gender studies. Klopt, klopt. Sowieso, ik, ik, ik heb heel veel kritiek op, op de huidige. Uh, en misschien dat ik later um, daar iets uh, uh, mee ga doen in uh, de politiek. Niet ik zelf in de politiek ga, maar wel ja. um, um, dat, dat dat. maar, 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 maar om, om maar een voorbeeld te noemen. Van dit wat dit zijn voorbeelden gotcha. ja, ja, ja. Ik te van hoe extreem dingen zijn. En ja. dat het niet maar een paar mensen gaan. Dat we het dan inderdaad hebben over er is echt hele, iets hele grote inderdaad, um, uh, uh, getallen. Um, dus ik merk dat er steeds meer angst is uh, tussen uh, mannen en vrouwen. En inderdaad, dat nu mannen ook bang zijn voor vrouwen. En het erge daarvan is, want vrouwen zouden denken: van ha, nu ben je bang voor ons. Maar het erge daarvan is dat. Uh, we, we, we fear what we don't understand. And we are willing to kill or destroy what we don't understand and what we fear. Is dus dat zo? Fear, yeah. Yeah, fear is de is, is eerste. Uh, 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 stap van, van, van het uiteenkloof uh, tussen. Dus om maar een voorbeeld ja, ja. te noemen. Uh, wanneer het Westen mensen in de Midden-Oosten bombardeert, ja, ja. hoe doen ze dat psychologisch? Ze doen het psychologisch als in: I fear you. I kill you before you kill me. Snap je? Dus als zij niet die fear hadden, dan zouden ze zeggen: van afscheid, ah, het zijn mensen en uh, heel veel civilians zullen uh, uh, gemoord worden. Maar fear is inderdaad. and also ook met de documentaire van pedofilie. Mensen zijn er zo bang voor... dat ze er geen eens over willen nadenken. Daardoor is er ook geen logica. Dus wanneer dingen extreem worden met de pedofilie hysteria... zie ik hetzelfde met de gender uh, war uh, uh, hysteria. Uh, zie ik dat. En daarbij komt waar, waar jij het ook een tijd geleden over had... en dat is misschien uh, uh, zelfs het grootste probleem... zijn de incels. En incels betekent... Uh, Involuntair ja, involuntary celibate. Um, en dat zijn dan mensen who can get laid. En um, dat is eigenlijk een hele grote groep van mannen. En historisch was het ook altijd gezien een hele. Grote groep mannen. Maar wat het is, is dat de meest vreedzame samenlevingen um, die hadden de minste incels. Want yep. als mannen geen toegang krijgen tot seks, nemen ze steeds meer risico om dat te doen. Ze hebben en een, ook niks te verliezen. Ja, en een van die risico's is geweld. Yep. En daarom ook bijvoorbeeld in Canada was er een, een, een Terrorist die dan uh, met de auto in mensen reed. Yeah. En die was een incel. En toen deden ze meer onderzoeken. En toen bleek dat er meer terroristische aanslagen waren van mensen die incels waren. Maar mensen wisten dat niet. Ze dachten van: oké. Okay, maar je, je, je er... kunt ook zo ver gaan dat, een groot deel van de, van, dat, dat er theorieën zijn dat een groot deel van de moslim-terroristen. Uh, omdat het ook culturen zijn waar, 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 waarbij een man meerdere vrouwen kan hebben. En dus een hele grote groep vrouwen mannen is die geen vrouw kan krijgen. En dat. Um, je opblazen en straight to heaven gaan. De enige manier is voor met, ex met, met. waar dan vrouwen zijn. De, de maag die daar boven ja, ja, dus, dus dat, dat, dat. 100% daarom ook kun je monogamie heel erg saai of oh, niet meer van deze tijd vinden. Maar vrouwen zijn uh, hypergamisch. Ze kiezen voor de succesvolle mannen. Dus je krijgt een top aan mannen die meerdere vrouwen kan krijgen. Dus als de top 10% van de mannen bijvoorbeeld vier vrouwen heeft, heeft de onderste 30% geen vrouwen en dat is een zeer uh, explosieve groep die uh, bereid is uh, de tafel om te gooien en het speelbord weer uh, schoon te vegen en weer aan de slag te gaan. En daar hebben we het nooit over als we het hebben over relatievormen en um, hoe belangrijk een heel erg oud instituut als het huwelijk kan zijn. Maar dit is mijn eigen rant. Ik, 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 nee, maar dat komt eigenlijk helemaal sterker nog. Er was een Oost uh, een Oost-Europees land dat uh, een verbod uh, deed op scheiding en zei dat vrouwen. Uh, die, die, die gescheiden waren... weer terug moesten naar een man... simpelweg om terrorisme te bevechten. Dus dit is niet meer... een fictie nee, of, nee, 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 of, nee, een, van, of een theorie. Feiten. Dit is echt inderdaad... Uh, uh, gewoon de realiteit. En, 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 en ik, mag ik hier iets bij aanvullen? Uh -huh. Wat me ook dwars zit... is hoe het huwelijk... Uh, wordt weggezet als... doom to fail. Dus er komen ze van die statistieken... Uh, dat uh, in Amerika... nu 50 of 60 procent van de huwelijken... strand, gemiddeld gezien... Maar ja, dan krijg je dus het punt dat je met statistieken een hoop feiten kan neerzetten. Feitelijk betekent dit in Amerika dat slechts één op de vier eerst getrouwden gaan scheiden. En het is die groep die dan gaat scheiden en dan vaker gaat scheiden, die verkracht dat, de statistieken. Dus het, ik, 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 ga, ik ben nu aan het uitzoeken hoe dat in Nederland zit. Maar dus feitelijk is het huwelijk als, als, als instituut staat nog verdomd sterk als je bedenkt, hoe gecompliceerd de samenleving is geworden. En is het helemaal niet een gepasseerd station? Kijk maar, want er zijn zoveel scheidingen. Die moest er even uit. Ja, ja. De, de, de scheiding issue is, is inderdaad uh, een, een, een beetje tricky... en het verschilt inderdaad per land. Maar um, statistisch gezien ziet het er niet goed uit. En um, wat het ook zo is, is um, feminisme heeft ook een invloed gehad uh, um, op scheiden. Uh, nou kijk, zo zal je no-fault-divorce, wat ik eigenlijk persoonlijk niet erg vind... maar inderdaad, vrouwen die zijn veel meer... Uh, kieskeurig dan mannen... en uh, zijn dan in relaties... ook veel meer ontevreden. Want wat het is, is bijvoorbeeld... de vrouw die wil dan de elf van de top... en als ze de top niet kunnen krijgen... en ze zijn dan in hun dertig... dan uh, gaat hun lichaam tegen hun spelen... want die zegt dan, ik wil kinderen. Dus wat ze dan gaan doen, is ze settelen. Ja. En dan wanneer ze dan settelen... die persoon met wie ze settelen, die heeft eigenlijk... Geen idee dat ze zetten. Totdat die kind eruit is. is en, wanneer die, <laughs> ja, en wanneer die kind eruit is, komen de hormonen weer in balans. En dan denkt die vrouw, wat in hemelsnaam doe ik met deze loser. Ik kan beter. Maar dan wanneer ze op de datingmarkt gaat, ze heeft een kind en ze is ouder. Krijgt ze helemaal niet die persoon. Dus het, het, het creëert dan gewoon een vicious cycle van ontevreden mannen, ontevreden. Uh, vrouwen waar we nu. Um, in zitten. En ik zie eigenlijk um, geen, geen directe... Of, uh, of, of goede oplossing in de nabije toekomst. Hoe gaat het zich dan ontwikkelen... en wat wordt hier de weerslag van op de samenleving? Nou ja, ik denk de, de instelgroep uh, blijft gewoon groeien. Ik denk dat dat ook gewoon veel meer gewelddadig uh, wordt. En um, mensen onderschatten de invloed van in zelfs... dat ook gewoon in de politiek... dus een van de dingen bijvoorbeeld... waar het rechts heel erg goed in is... het, het is niet goed, maar ze zijn er heel erg goed in... is om dat... Uh, uh, to exploit that... Om, om daar gebruik van te maken. Dus een van de dingen wat bijvoorbeeld Trump deed... Ja. Uh, tijdens zijn verkiezing was these Mexican immigrants... they will come and they will... rape our women, they are rapists... en hetzelfde... wordt ook gedaan in populistische... Uh, Europese... Uh, landen en populistische... Europese... Uh, uh, partijen... waarbij er dan heel goed gebruik... wordt gemaakt van... de, uh, de, de angst... dat... Uh, dat... dat jouw... Meestal blanke, pure vrouwen worden besmet door buitenlanders. Daarom moet je voor ons stemmen, want wij zullen de borders sluiten. Dus. Um, de, de, nou ja, het. Interessant dat je. Ik, 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 ik weet niet of ik zo ver zou gaan om, om, om die stap te zetten. Kijk, het grote het groot verschil tussen links en rechts, en vooral als je dan weer de, de Big Five personality kenmerken erbij gaat halen, zie je dat openness een factor speelt. Een van de factoren is of je links of rechts bent. Als het gewoon heel erg zwart-wit er is, natuurlijk, spectrum, ja, de En dat een van de, als een, een van, de persoonlijkheidskenmerken van van, uh, van, de, van de rechts is dus orderliness. Hoezeer wil je dingen gestructureerd hebben? Hoezeer wil je dat het een afgesloten is van het ander? Dus um, orderly mensen stemmen meer naar rechts, omdat dan um, er duidelijke grenzen zijn. Dit taaltje zit daar. Dit taaltje zit hier. Deze cultuur zit hier. Deze cultuur zit daar is lekker overzichtelijk. Terwijl mensen weer die meer links aan de linkerkant van het spectrum zitten, veel meer van openness zijn. Veel meer juist niet die orderliness hebben. En veel meer een, een combinatie en met elkaar en, en interessant en dit en dat. En. Of Trump dan inspeelt op incels, weet ik niet. Maar door aan te geven, door grenzen te willen, een muur te willen. speelt hij heel erg in op mensen die, die daarin zitten qua orderliness en dus meer rechts dan wel links zitten. Dat, dat is wat ik er zelf uit haal. Ik weet niet of ik zo ver zou willen gaan als te stellen dat hij inspeelt op incels die het idee hebben dat hun vrouwen afgepakt worden. Oh, dat is, daar ben ik 100% van overtuigd. En de reden daarvoor is, is: ja. kijk maar op YouTube, begin maar naar de rechtse. YouTube grote channel kanalen te kijken en kijk eens hoe zij omschrijven ook. Bijvoorbeeld, voornamelijk, nou eigenlijk is het nu bijna overal, maar voornamelijk met Zweden is het dan van: Oh nee, de immigranten die zullen dan seks hebben met, met de vrouwen. Kijk eens daar, ze wachten de immigranten op en ze gaan waarschijnlijk met hun slaap en gewoon al die taal wordt constant gebruikt. Constant in video's wordt het herhaald en herhaald en herhaald omdat het, het, het raakt een een, een, een diep veer uh, 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 van je in man en kijk wat het is de media die besteedt heel veel aandacht aan de radical incels met de met hun forums en yeah. daarvan de radical incels hebben de meeste haat van alle groepen ze hebben meer haat dan de nazi's dan de uh, radicale uh, 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 feministen maar de meeste incels zijn niet radicaal maar ze zijn wel incels en ze zijn wel uh, gefrustreerd. Ge, ge dus als je op die gevoelens in kan, want kijk, je moet je voorstellen. Stel je bijvoorbeeld voor, uh, je bent 25 en je hebt nog geen seks gehad, oké? Okay? En dan je bent 30 en je hebt nog geen geen seks gehad. Het is die frustratie neemt alleen maar toe en dan komt er iemand en die zegt, hey, ik weet waarom je geen seks hebt gehad. Da -da 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 -da. Weet je, die buitenlandse... Da -da -da. Dus, dus daar wordt enorm op ingespeeld. Kijk maar naar de, naar de right-wing ik, ik, YouTubers. Ik, 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 ga, ik ga checken. Wat het met incels is... Um, ik, ik haat ook die term. Vooral als iemand... Ik, ik, heb, ik heb sommige gasten... Ge, die hebben me ook gemaild over van... Hé, hey, ik ben incel. En, uh, want ik had toen het filmpje gemaakt over incels. Van hoe daarmee om te gaan. En ze, vonden, en ze waardeerden dat ik inderdaad dan iets gedaan had... om ze daarin te helpen uiteindelijk wat we hier doen bij Masterword... Is, is om mensen daarin te helpen. Uh, gewoon in, in, qua helpen en groeien. Maar wat ik zo slecht vind aan die term incel... is je identificeert jezelf. Je maakt er een, een persoonlijkheidskenmerk van... van een situatie waar je op dat moment in zit. Feitelijk iedereen, elke man... vrouw, nou man, wordt geboren als incel. En zeker het je op je 13 dertiende dan de eerste seksuele behoeftes krijgt... voordat je iemand vindt om... Dat daarop te kunnen uh, projecteren en te delen en enzovoort enzovoort, dat, dat, duurt, dat duurt een tijdje. Ik was tot bijna tot mijn twintigste dan in cel, wat dat betreft. Maar wat ze koppelen aan incel, dat, dat proef ik daar een beetje uit, is, is dat ze allerlei groepen van alles kwalijk nemen. Uh, vrouwen nemen ze dan iets kwalijk, dat ze niet inzien dat ze de nice guy zijn. Um, en, en die resentment is wat ze ook ongelooflijk onaantrekkelijk maakt. In plaats van in te zien: hé, hey, oké, okay, iemand kiest niet voor mij, vrouwen kiezen niet voor mij, oké, okay, prima. L'homme propose, la femme dispose, de man presenteert, de vrouw selecteert, we kennen weten hoe dat gaat. Oké, okay, hoe moet ik mij ontwikkelen als mens en als man om die shit wel te kunnen handelen, om wel die aantrekkelijke man te zijn? Als ik om me heen kijk, een hele hoop idioten krijgen het voor elkaar om zich voor te planten, grof gezegd. En een fijne relatie te hebben met een vrouw die hen ook leuk vindt. Oké, okay. ergens doe ik iets fout. Hoe moet ik mij ontwikkelen om daar niet meer in terecht te komen? In plaats van je te laven in de rol van incel, um, het. Op anderen te betrekken en steeds wrokkiger en bozer en daarmee ook onaantrekkelijker te worden. Ja, kijk, um, daarom ook uh, van. Ik maak ook onderscheid tussen de radicale mm -hmm. incels en de reguliere incels. Dus, uh, dus eigenlijk, als ik je zo, als ik, om om, om, om het strak te zetten, voor jou is de reguliere incel eigenlijk gewoon de man. Die niet aan de bak kan komen. Ja, en is, is daar zit de frustratie. de guy get, get laid. Laid. En kijk, de radical incels... Ja. zijn degene op de forums met de extreme haat... dat erger is dan de nazi's... dat erger is dan de radicale ja. feministen. Dus daar maak ik heel goed uh, onderscheid. Dus elke keer wanneer ik inderdaad het heb over radicale incels... dan zeg ik ook radicaal ja. ervoor. En de the incels uh, are, zijn degene who can get laid. Maar het probleem is inderdaad, zoals je zei, historisch gezien... Hoe groter het getal van incels, maakt niet uit of ze radical of niet radical zijn. Hoe meer de violence toeneemt. En daar zit dan ook iets achter. Want vrouwen um, die willen ook risico. Die willen dat een man risico neemt. Dus um, ik had laatst een, uh, een interview of niet? Oh, nee. <laughs> nee, nee. Ik had laatst een interview met een vrouw die dan eigenlijk met, 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 met incels uh, omgaat. En zij was een. Uh, Even kijken, hoe noem je dat? Een, een sex therapist. Okay. Uh, maar dan dat je, dus zij slaapt dan met haar patiënten, en ze leert dan mannen omgaan. te oh, ja, 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 ja. dus, en Dus gewoon bijna haar hele uh, ding, uh, haar hele cl cliëntel. Cli 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 ja, het betekent cli 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 ja, cliëntel bezig. Oké, zijn incels. Maar zij inderdaad in haar omschrijving. Zijn ze gewoon flat-out van... Ja, yeah, you know, guys have to take risks. You have to do something special. You have to peacock. You have to... Dus... Maar het, 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 het moeilijk is dat de gemiddelde persoon... Die kan het niet. Ik begrijp inderdaad wel dat je... Je weet al wat flirt. ik ga zeggen. Je weet al wat ik ga zeggen. Ja, ja ik hey, begrijp ja, ja. inderdaad. Je hebt de flirt En uh, ik waardeer ook inderdaad uh, wat je doet. En dat is een van de manieren om de incels te helpen. Maar als wij realistisch zijn voor de majority of de geschiedenis... in de wereld was het gewoon... dat een paar mannen... de meeste vrouwen kregen. En die mannen ook vroeger... in de geschiedenis dachten ook van... wat in hemelsnaam moet ik doen... om die nee, maar, vrouwen te krijgen? Ik, nou, ik weet het niet, man. Want dan ga je echt terug in de tijd. Stel, we gaan 50 jaar terug in de tijd. Wat, wat, wat ik denk... dat een rol heeft gespeeld... en ik zou de statistieken daar heel erg interessant van vinden... is, kijk... vroeger dat je in verschillende... Uh, was er meer omgang met, met elkaar? Ja, je had het huwelijk. Dus vijftig jaar geleden... Nee, maar nog voor, geleden, het huwelijk, even, voor, voor het huwelijk. Okay. Voor het Nee, maar eens. Je had het huwelijk inderdaad. Maar voordat het tot het huwelijk kwam... had je de kerk. Had je een sportvereniging. Had je een dorp. Mensen gingen meer met elkaar om. Je werd gedwongen met elkaar om te gaan. Er was een bepaalde leeftijd... waarin je gewoon een partner moest gaan kiezen. De, de, de toffe gasten gingen al snel, hoogstwaarschijnlijk... de leuke meiden eruit halen. Bleven een aantal meiden over. Bleven een aantal gasten over. Op een gegeven moment werd er een beetje druk. Hé, hey, uh, Harry van de groenteboer... vindt uh, Cynthia van, van de bakker... Uh, zou, het erop, zou het erop kunnen. Nou, nou, prima, prima. En je komt erop uit. En er ontstaat een huwelijk. Het was niet zo van... het moet meteen je soulmate zijn enzovoort. Nee, je moet het fijn hebben met elkaar. Je maakt er samen het beste van. Je zet de schouders eronder. Je, 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 je. Een paar kinderen. En we gaan door met het leven. Terwijl tegenwoordig kun je veel meer je online verschuilen. Um, kun je in allerlei niches zitten waar je überhaupt niet in contact komt met vrouwen. Um, tegenwoordig zijn er meer kansen, heb ik het idee, om niet in de situatie terecht te komen waarin je een partner hebt. Helemaal ook omdat er niet een bepaalde tijdsgeest of een tijdsbestek is waarbinnen het moet gebeuren, het kan allemaal maar. En dan is er een steeds grotere groep die buiten de boot valt. I, 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 voor mijn gevoel is het daar de transitie. En als je nog verder terug in de tijd gaat. Oh, is het... ja, ik, ik, ik vergat inderdaad iets heel belangrijks uh, te, te vertellen. Van um, oké, okay. er zijn twee grote problemen, twee grote veranderingen. Eén is dat het huwelijk is. Uh, is, is, is oké, okay, het is niet bijna dood, maar het it, 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 it neemt enorm af. En waar het huwelijk voor zorgde, is dat echt letterlijk bijna elke man met een vrouw gepaard werd. Dus dat hele systeem van 80 20 en Alpha Males werd gewoon gebroken, omdat gewoon je hebt dan het huwelijk. Eén man, één vrouw. Dus, dus daardoor de incels ding... was 50 jaar of 60 jaar geleden... Ja. was er bijna niet voor... Uh, samenlevingen die die structuur hadden. Ja. Het tweede ding... Um, en, en daarom is ook waarom ik eigenlijk zo uh, ne negatief ben... ook al waardeer ik inderdaad totaal wat je doet... is dat vrouwen die worden slimmer. Vrouwen die worden rijker. En vrouwens uh, expectations die worden ook hoger. En hierdoor vallen veel mannen uit de boot. Een goed voorbeeld daarvan is college. Mag je oh, uh, graag ja. op aanvullen. Ja, maar dat is ook waar Luita Fecchio en Lu Lauk Wottering daar hadden hadden in die, in die twee podcast. Is kijk, je zegt slimmer, maar je bedoelt hoger opgeleid. Je ziet dat het onderwijssysteem steeds meer, steeds, steeds meer ingesteld wordt op vrouwen, mede ook naar nou, allerlei factoren, check die podcast uit. Waardoor um, vrouwen inderdaad hoger opgeleid raken dan mannen kom je op bij het punt waar wij het ook al voor al hadden hypergamisch weet je, vrouwen zijn in de partnerkeuze. Ongeacht hoe geëmancipeerd het land is, maakt allemaal niet uit. Ze kiezen altijd voor mannen die tussen de 0 en 3 jaar ouder zijn, ongeveer, whatever, bij de eerste keuze. En voor iemand van een gelijk of hoog sociaal-economisch niveau. Dus het probleem is inderdaad, hoogopgeleide vrouwen vinden niet die partner tot wie zij zich aangetrokken voelen of het soort partner die ze zouden willen. Oh, daar is een discrepantie aan het groeien. En die is al gaande, volop gaande de afgelopen tien jaar. Maar die, die gaat nu weer in, in nog hoger. Het is, het is zelfs erger dan je denkt. Zelfs in de meest extreme landen waarbij er of uh, ze hebben geen age of consent of ze hebben een lage age of consent. Um, zelfs in Saudi-Arabië, nu kunnen de, de vrouwen wel. Maar rijden... Maar, zelfs, maar ja. in elk land ter wereld. Uh, zijn er nu meer vrouwen die naar college gaan dan mannen? zelfs in volgens mij was het Oman of Yemen is het dat uh, uh, is dat een derde van de, 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 de mannen vergeleken met de vrouwen naar college gaan, dus vrouwen die gaan met 66 procent meer. In ieder geval, een van die landen, ik weet niet precies welk ja. land, maar in ieder geval inderdaad een Midden-Oostland, waarbij je zoiets denkt van hè, huh, want ze moeten nog steeds allemaal van die dingen omdraaien. Maar zij gaan toch daar veel vaker naar college en en dan wat het is. En ik heb ook hoogopgeleide vrouwen gesproken en zijn er gewoon keihard in. Echt gewoon keihard. Ze zijn liefde mensen op aarde. Maar dan, ik, ik vroeg... Uh, a, ik vroeg dan aan hen van... Um, Zou je ooit iemand daten... die minder intelligent is dan jij? Ja. Nee. Lager Alweer, opgeleid. Keihard, ja, ja Nee, precies. Ja. Ja. Sterke, nee, maar Alex zelf, zelfs ook minder intelligent. Nee, maar gewoon. Eigen, ja, minder intelligent. Het punt met opleiding... is de uiting van intelligentie... Over nou, al... kijk, want je kan. je... Kan je, kan, als je tuurlijk. Ja. Als je, want je, je bent intelligent of je bent het niet. Precies, je Maar je, je zou zo ver kunnen gaan als dat überhaupt het verleidingsproces eigenlijk bijna meer een uiting is van, van je intelligentie. En ja. dat überhaupt. Ja. Wij als mens met onze neocortex enzovoort, onze intelligentie ontwikkeld hebben. Dat dat de manier is waarop wij ons evolutionair differentiëren en dat dat eigenlijk het hele onze Darwinistische interne strijd, is dat we daarom zo intelligent zijn geworden. Omdat vrouwen op intelligente man vallen, 100%. Ik wou iets heel erg slim zeggen, maar het is me even ontschoten. Um, ja, dat, dat, dat gaat absoluut niet werken. Ja, en, en dat is de situatie waar we in. En het wordt alleen maar erger door de meer extreme feminisering van het onderwijs. Op allerlei, uh, al op allerlei lagen. lagen. En daardoor worden mannen ook steeds meer gefrustreerd. Want het is er van. In bepaalde delen van de wereld is het niet eerlijk voor mannen. Gewoon simpelweg, ook al is het dat moeilijk te herkennen. Omdat als man, weet je, vroeger, je, 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 je ziet jezelf als de elfa. Nee, maar, de alpha, nee, als, maar als, de top. als man. ik Feitelijk, als je, het, hang, het is ook een soort van soort, soort promotieslag. Hè? Dus dan zeggen ze dat uh, in Nederland uh, vrouwen toen pas stemrecht kregen. Ja, leuk, maar het is pas maar vier jaar nadat mannen überhaupt stem kregen. Nee. Als je naar de feiten gaat kijken als bijvoorbeeld dakloosheid. Als je gaat kijken naar uh, verslaving, uh, slachtoffers van geweld. Ja, op een hele hoop vlakken vroeger... De vrouwen minder, maar het waren ook volledig andere tijden. Het was toen overleven, waarbij een ieder volledig moest toeleggen... op hetgeen waar diegene het beste in was. Anders was er geen overleven mogelijk. Dus het, de hele notie van het onderdrukt zijn... versus dat mannen de onderdrukkers zijn... het waren hele gare tijden, uh, niet zo heel erg lang geleden. En we hebben het geluk in de meest amazing tijdperk ever te zitten... waarin wel... Um, die mogelijkheden zijn... en die ruimte er is. En dan zie je ook hoe, hoe goed... beide groepen zich daarna... Nou, hoe, hoe, wat er met die ruimte gedaan wordt. Ja, ja inderdaad. En, en om even uh, terug op te komen... dus één ding wat ik altijd... hoe ik het altijd uitleg is... Um, hoe het... Uh, hierarchie systeem werkt is... Um, um, en dit is inderdaad heel erg belangrijk... om mannen en vrouwen in de mensheid te begrijpen... is je hebt dan... Uh, even kijken. Uh, vrouwen onderaan. En daarna heb je mannen. Yeah. En daarna heb je kinderen. Yeah. En daarna heb je weer vrouwen. En daarna heb je weer mannen. Dat is de, dat is, dat is de werkelijke hiërarchie. En als jij al die dingen in een circle zou zetten... dan zou je zien dat kinderen in het midden zijn. En als jij bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, nature shows op National Geographic of uh, BBC... Um, wanneer er gevaar loert... dus er zijn leeuwen en je hebt dan de buffalo... dan zie je inderdaad dat de mannen aan de uiterste ring gaan... Ah, ja. vrouwen uh, um, in de tweede ring en kinderen in het midden. En zo so is het dus... Um, het is zo dat mannen historisch gezien waren altijd aan de top, maar wat de meeste mensen niet vergeten is dat mannen historisch gezien ook aan de bodem ja, uh, waren. En het probleem van radicale feministen is ze kijken alleen maar naar de top mannen. En ze kijken niet naar de incels en Wanneer je dat steeds langer blijft doen... dan worden de incels en gewoon de mensen aan, aan de onderkant... De bottom, worden niet gezien. die ja, worden joh. meer onrustig en die worden meer uh, gewelddadig. En zo is het ook. En de reden waarom mannen nog steeds... en ook in de toekomst aan de top zullen blijven... is omdat mannen meer risico nemen. Mannen Want zijn, om maar aan is, de top ja, te man, komen, maar dat moet je gast, risico nemen. Maar dat is exact het hele punt. En, en, en ik... Ik vind het echt fijn dat je ook dit hier, hier aankaart. Er wordt ook niet intelligent over gepraat. Dus ja. Ten, ten allereerste, als je, als je naar de, de intelligentieverdeling kijkt bij mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen zijn gemiddeld even intelligent. Punt. Daar is genoeg onderzoek over gedaan. Dat weten we ondertussen. Maar het lijkt erop dat de curve bij man een beetje platgeslagen is. Dus dat man dus meer in de extreme. Er zijn meer achterlijke idioten. En er zijn meer uh, extreme in de kant van briljanten. Ja. zijn. Vervolgens. Um, mannen zijn ook de disposable, de disposable sex. Ja. Dus um, wat je al ziet in hoe uh, genen worden doorgegeven, de twee derde vrouwen, een derde mannen. Um, een man om zich voort te planten moet zich bewijzen en iets presteren. Moet echt iets daarin laten zien. Dus mannen zullen altijd meer geneigd zijn het extreem op te zoeken, omdat dat een noodzakelijk gegeven is in het zich willen voortplanten en in de best mogelijke positie zich te gaan bevinden. Exact wat je zegt. En dat zal leiden dat er ook meer geëxperimenteerd ge wordt met mannen. Uh, puur qua, qua genetisch. We hebben XI, dus we hebben niet de dempende werking van XX. Verschillende dingen spelen er. Maar mannen zijn de disposable geslacht. Er wordt meer met ons genetisch geëxperimenteerd. En we moeten gewoon onze bewijzen en presteren om ergens op uit te komen. Dat heeft ook voordelen. Als je het goed weet te gebruiken. En als je uh, overziet hoe, jouw, hoe de seizoenen in jouw leven verlopen. En je snapt hoe je daarmee moet omgaan. Maar het is altijd dat de grotere extremen altijd bij mannen zullen zitten. En dat heeft niks te maken met de patriarchale onderdrukking. Het heeft niks te maken met de evil white man die iets iemand aandoet. Het heeft te maken met hoe wij als, als, als diersoort genetisch ingebakken zijn. En dan komen we uit bij waar jij het ook net over had. Het huwelijk, die tempert dat. Is het ideaal? Nee. Het hele verhaal van uh, 30 jaar lang biefstuk eten. Fuck it, 60 jaar lang biefstuk eten. Heb je daar zin in? Weet ik niet. Maar het kinderen in het centrum is dat naar mijn idee... de best mogelijke model die we tot nu toe hebben gecreëerd... om een stabiele, veilige samenleving te creëren... waarin kinderen in rust en liefde enzovoort kunnen opgroeien... Uh, tot stabiele burgers. En daarbij moeten mannen en vrouwen een offer plegen. En uh, een offer die tot mij wat het waard is. Ja, inderdaad. En, en wat het is, want kijk, ik zelf heb mijn biologische vader nooit gekend en mijn moeder die stierf na geboorte. Dus ik, ik weet al gewoon van jongs af aan, oké, okay, wat kan er gebeuren als, als dingen inderdaad fout, uh, 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 fout erin gaan. Maar er is nog een ander verhaal en dat is ook uh, de haat uh, en, en de mistrust die wordt gecreëerd als je mannen uit het spel uh, laat. Want wanneer een kind bijvoorbeeld opgroeit zonder vader, wat gewoon steeds vaker gebeurt omdat vrij denken dat ze I don't need alleen, know, man. ja omdat ze het alleen um, kunnen doen is dan het kind ziet dat de moeder de vader niet vertrouwt en yep. dan vertrouwt het kind als ze opgroeit mannen of, niet ja ja of mannen of zichzelf niet ja inderdaad of ze hebben geen goede voor wat mannen zijn ja, en dan gaan naar de karikaturen. inderdaad dus, oh. dus, 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 dus dit is uh, een cyclus uh, waardoor een, ze in haar latere relaties als de meisje is veel meer problemen gaat krijgen maar het is zo impactvol. Je ziet ook dat uh, dochters die opgroeien in een huis met überhaupt minder mannen als rolmodellen, uh, in latere letten, meer risico's nemen, promiscuur gedrag vertonen, vaker tiener. En nog los van de economische impact van het niet hebben van een vader, het speelt op zoveel factoren. Het is schrijnend. Ja, inderdaad, inderdaad. En um, dus, dus, dus dat zijn problemen. En bijvoorbeeld, een goed voorbeeld daarvan is wat er gebeurde in de black community. Een van de dingen wat, uh, wat de blanke overheid deed was om expres uh, uh, de zwarte mannen te, te, te scheiden uh, uh, van de zwarte vrouwen. Dat is voornamelijk uh, om de. Met die uh, systeem die ze toen hadden ingezet. Ja, 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 inderdaad. En uh, dat is. Uh, um, ook voornamelijk uh, door de uh, Prison Industrial Complex door te zetten. Dus dat je constant um, um, gewoon uh, zwarte uh, slaven hebt, maar dan in een ander systeem. De, 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 op aanvullend hierop, er zijn verschillende theorieën. En het, het, het probleem is, is dat als je dit gaat bespreken, je al snel in de complottheorieën afslag valt. Of dat je daarin wordt weggezet. Maar wat je ook ziet, dat een groot deel van het feminisme was opgezet, zodat. Ze de workforce zouden gaan vergroten om de competitie met de Sovjet-Unie aan te kunnen. En dat daardoor de CIA het feminisme heel erg aan het pushen en promoten was. Want dan zou je mannen en vrouwen die allebei voelden aan het werken waren. En dan konden we economische strijd aangaan. Het zou interessant zijn. Die theorie heb ik niet eerder gehoord. Maar het is wel een interessante theorie. Ja, ja. We praten nu al ruim twee uur, weet je dat? Ja. Dat werkt. Ah, okay. time, time, time flies. Waar kunnen we je laatste documentaire bekijken? Uh, we kunnen het uh, bekijken op uh, www.thewomanheverhighersextrive.com. Die zet uh, ik hier in de, de beschrijving. Check. Ja. En ja, de. Clothing saw, the cl closing Thoughts. Heb je die voor jezelf? Poeh. Ja, kijk, we gaan een. Uh, een, een, een zware tijd tegemoet en ik heb eigenlijk nog gewoon eens verteld van waarom uh, uh, vrouwen de, de gender war niet, niet gaan winnen, uh, maar het uh... <laughs> lijkt me gaaf daar in een volgende podcast over te ja. hebben. Maar uh, even kijken, um, ja closing statement. Maar in ieder geval, ik hoop gewoon dat het goed komt uh, tussen man en vrouw. Kijk, een van de di stappen die we wel kunnen doen um, is uh, om inderdaad uh, de radicale uh, feminisering letterlijk te vechten, te verbieden. En uh, dat we goed kijken naar wat wordt vrouwen uh, geleerd... en dat we dat objectief gaan herschrijven... zodat er geen haat ontstaat tussen... Een, een echt de... inhoudelijk dialoog. Dat, dat, is, dat, is wat, dat is wat we nodig hebben. Wat je nu zegt is: die, die, die radicale feminisme, het is, het is geradicaliseerd genderextremisme, wetenschapsontkennend, die een bepaald narrative er doorheen forceren. Uh, en elke kans daarvoor aangrijpen. Net als toen met het hele trans gebeuren. Elke keer is er een, een onderwerp om, om, om het voor doorheen te forceren. En um, er is daar niet echt draagvlak voor bij de. Algehele bij de, media, bij de, bij, de, bij de algehele bevolking. Maar het wordt er keer op keer doorheen geforceerd en er is niet een inhoudelijk, wetenschappelijk onderbouwd, serieuze dialoog over. bij er echt wordt gepraat over wat er nu echt speelt en dat daar zonder uh, modder te gooien en hysterisch te gaan gillen uh, er met elkaar over gepraat wordt. Ja, kan ik nog één ding zeggen? De, 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 kijk. Transrecht, uh, ik ben helemaal voor. Transrechten, dus, dus dat is niet per se iets wat ik met de uh, radicale feministen uh, als Ik denk wat je eerder bedoelt, misschien voor de duidelijkheid voor, uh, voor de luisteraars en kijkers, is de um, non-binary en de intersectionality. Van, da dat uh, is, van, van gast, feminisme. Dat, dat bedoel ik, man. Dat okay, ik, dat maar is in ieder geval het voor mensen, want kijk, als ze zeggen van het doorheen rammen van trans nee. dingen, dat nee, nee, misschien nee. mensen denken, trans. Goeie white, aanvulling. Dus daarom dat ik dat gewoon wil, wil verklaren. Nee, maar maar, maar dingen als uh, inderdaad het intersectionalisme, dat uh, elk verschil tussen mannen en vrouwen alleen maar nurture is. Uh, dat, dat stukje. Ja. Ik zal de link staan in de beschrijving. En Willem, ontzettend bedankt dat je, dat je, dat je, dat je hier bent. Er, er was sinds de vorige podcast... is er een traditie. Oh, wat, wat, bij deze krijg jij een exemplaar... van ons boek. Het is de okay. 14e druk ondertussen. There we go. Ja, 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 ja. Heel goed, heel goed. Ja, de verkoop schiet omhoog. Die vijftiende druk die, die gaat komen. Um, dank man. Links naar jouw films in de beschrijving. Tof dat je er was. En um, we gaan elkaar sowieso vaker spreken. Oké, okay, is goed. Tot ziens.